Dames en heren, van harte welkom bij de tweede editie van Twee Man en een Paardenkop. De niet wekelijkse, maar hopelijk regelmatige podcast in, over en rond de paardensport. En we zijn de grens overgestoken, maar dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Louis, hoe is het? Goed, dank u. Ja? Wederom, ja. Ja? Terwijl, nu vind ik het ook wel spannend. Spannend. De grens over en zo. Ja? Ja. Het wordt serieus, hè. De podcast is de eerste podcast, meneer Bruinsels. Net geen 3000 keer beluisterd, bekeken, Spotify, podcast, Apple podcast, YouTube. Wat vond je ervan? De reacties waren algemeen positief, vond ik. Ja? Gelukkig zijn er een paar mensen die ons ook willen helpen. En ja, die zeggen, dat kan beter, dat kan beter. Dus daar ben ik al blij om. Maar algemeen is er toch veel... ja, was een goede vibe rond. Ja. En toch veel mensen die vroegen, wanneer is de volgende? Wie is de volgende? En hier zijn we dan. Ja. Dank u wel aan iedereen die heeft, positief heeft gereageerd. Sowieso. Die positieve kritiek heeft geuit. Ook aan Pieter van Dierendonk. De enige die, denk ik, via de mediakanalen heeft laten weten dat inderdaad Nick Frins Belgisch kampioen werd met Nagano in het jaar dat Christophe Kleren tweede werd en Niels Bruinsels derde. Het is nog altijd een schande en een zwarte vlek. Ja, op onze podcast. Ja, op onze podcast. Ja, we kunnen beter meteen afserveren. Louis, dat is voorbarig, ja, maar... Ja. We zitten in Schijndel. Wat zijn de verwachtingen voor u rond onze volgende gast? Een vat vol wijsheid, verhalen en paardenkennis. En we gaan dat vat een beetje proberen opentrekken. Ja. En dat proberen delen met de hopelijk duizenden luisteraars. Ja. Waarschijnlijk niet alleen Belgen. Ja, hopelijk ook wat Nederlanders en zo. Dus we moeten op onze taal letten deze keer. Ja, wat zouden die Nederlanders van ons denken? Ja, laat dat ook weten via de, ja, comments. Via de comments en zo. Moeten we zo wat dingen weggeven en zo? Maar dat hebben we eigenlijk We hebben niet. Nog niks om weg te geven, dat komt misschien nog wel. Hier die potnootjes, ja, van Kees op tafel. Ja. Daar is de naam meteen gevallen. Onze, nee, kan geen kwaad. Onze tweede gast van Twee Man en een Paardenkop is trouwens de titel van de podcast. Twee Man en één Paardenkop. Jij bent dus de paardenkop. Man met een ijzeren greep. Toch, als je de hand schudt, deze dat net gevoeld? Nee, eigenlijk niet. Geen hand geschud? Of? Zo'n mensen geven altijd een stevige hand. Dus. Ja, je komt altijd binnen met heel veel indruk en handdruk. Mm-hmm. En hij heeft mij ooit twee dingen verteld. Ik heb twee dingen onthouden van hem. Onder andere twee dingen die er bovenuit steken, die ik vandaag graag nog zou willen uitspitten. Ik moet eigenlijk niet langer wachten. Hè. Kees van de Roetelaar, hoe is het? Goed. Ah, dat vind ik fijn. Ja. Lekker. Ja. We zitten hier goed. En ik vind de insteek wat jullie gaan doen, vind ik helemaal geweldig. Want ik wil hebben dat de paardensector en de sport veel positiever en meer bekeken wordt. Kijk, hopelijk. Want we zitten in een geweldige sport en een geweldige hobby samen met dieren. Ja, wat wil je nog meer? Vind je dat op het ogenblik niet goed loopt? Jawel, natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die van paarden houden. Maar als je soms de media hoort, dan vind ik dat er te veel bekritiseerd wordt op onwetendheid. De mensen die kritiek geven, die uiten onwetendheid? Of? Ja, dat vind ik wel. Ja. Kijk, het is natuurlijk nou wereldkampioenschap. En elk paard wat daar meedoet, is helemaal gek van zijn ruiter. Is bezeten van zijn ruiter. En elke ruiter die ermee doet, is bezeten van zijn paard. Dus die doen dat samen. En ik vind dat dat veel meer uitgelegd moet worden aan de mensen. Hoe, want jij bent daar meer mee bezig dan ik. Hoe denk je dat dat kan? Op welke manier kunnen we naar de buitenwereld, kunnen we de sport zoals die vandaag is, op welke manier, nu gaan we wel direct heel mensenjergen, ja. Op welke manier kunnen we de sport aantrekkelijker maken voor een groot publiek, volgens u? Door dit te doen. Dit is een hele goede insteek wat jullie doen. En ik hoop dat ook heel veel bekeken wordt. Mm-hmm. Het is natuurlijk in een stad, op een flat of zo, wordt een paardenmens geboren. En daar moeten wij alleen maar promoten en positief tegenaan kijken. Mm-hmm. Voor mij is de eerste vraag gevallen. De paardenmens wordt niet geboren op een flat, maar waar is de paardenmens Kees van den Hoetelaar geboren? Waar liggen uw roots? Mijn roots is hier een paar honderd meter vandaan. En ik ben de zoon van een boer en van een paardenhandelaar. De vader van mijn moeder was een grote paardenhandelaar. Die woonde in Loosbroek. Dat is 20 minuten rijden van hier en dat was vroeger, ja, de andere kant van de wereld, zeg maar.
En ik heb gewoon geluk gehad vroeger met mijn ouders. Wij hadden geen televisie, we hadden geen telefoon. Woonden in een zandweg. Mijn vader was altijd op handel uit. Ik heb geluk gehad dat ik met mijn 8 jaar pas naar school ben gegaan. Dus ik heb tot mijn 8 jaar alleen maar naar handelaren geluisterd en naar paardenmensen geluisterd. En daar word ik er gewoon mee besmet eigenlijk. Het ging altijd mee met je vader? Als je vader op de baan ging? Nou, niet veel. Mijn vader was de mens die zei 1 keer iets en dan niet meer. Van mijn moeder, daar deed ik altijd alles goed. En mijn vader zei 1 keer iets en dan de rest moest ze zelf maar uitzoeken. Maar bij ons kwamen vroeger heel veel handelaren. Vroeger woonden er ook in elk dorp wel 10 handelaren, zeg maar, in koeien en paarden. En vroeger was, als je rondreed, dan kocht een koe en een paard en een kalf en een geit. En je kocht bij elke boer iets. Maar nu zijn de mensen meer gespecialiseerd, zeg maar. Die willen of alleen een hunter of alleen een springpaard of alleen een dressuurpaard. Dat is natuurlijk heel veel veranderd. En dan krijg je toch dat dus, als die springruiter en springhandelaar in een haflinger tegenkomt die 500 euro te goede koop is, die koopt hij niet, want daar weet hij niks van. Ja. Kijk, en dat was, vroeger was dat veel breder. Hm. Van elk paard wist je ongeveer de prijs. En nu was ik ook aan het denken, vroeger was iedereen handelaar, want een supermarkt of zo, nu in Schijndel heb je de Jumbo en de Plus en weet ik veel allemaal. Maar vroeger moest iedereen ook alles zelf gaan kopen en verkopen. Ja, natuurlijk. En vroeger was een fokker en een boer was ook een handelaar. Je had geen internet of geen... Een boer die zijn kalf wou verkopen, er kwam wel ooit 3-4 mensen handelaren voordat je hem verkocht had. Is de kunst van het handelen minder geworden of verloren gegaan? Of is dat dan het verliezen, is dat tegenwoordig aan het verminderen door internet? Door, ja, natuurlijk. De mensenkennis die gaat datzelfde als je iets wilt kopen. Iets belangrijks, een stukje grond of een paard, dan vind ik dat je naar de mensen thuis moet gaan. Praten, face-to-face. Ja, en dan kun je dat veel makkelijker kopen, vind ik. En de mensen een ander gevoel geven. Gaat dat blijven? Of moet de wereld er vandaag uitziet, moet het eruit? Wil de maatschappij het eruit? Ja, natuurlijk. Kijk, wij kunnen wel zeggen dat vroeger beter was, maar dat zeiden ze vroeger ook al over. Vind jij dat het vroeger beter was? Tuurlijk was het vroeger beter, maar dat wil niet zeggen dat het de toekomst is. Hè? Ja. Kijk, de toekomst is de jeugd. En wat de jeugd denkt, dat is de toekomst. En daar moet het naartoe. Maar wij kunnen wel de jeugd wat adviezen geven, natuurlijk. Dat vind ik wel een schone opmerking, want ik dacht, ja, vroeger is alles beter. Dan denk je, nee, dat is helemaal niet. Nee, maar als je dan zegt, er waren vroeger dingen beter en we kunnen de jeugd advies geven, dat vind ik wel een hele schone insteek. Wat zijn zo adviezen die je nog kunt herinneren? Want ik heb uw levensverhaal een klein beetje gelezen, links en rechts. Want uw familie was een paardenfamilie. Ja. Gewoon. Want zowel uw vader doordrenkt. Als uw moeder zaten in de paarden. Ja, ja, ja. De vader van mijn moeder was eigenlijk een hele grote paardenhandelaar. En mijn vader was geen goede handelaar. Maar dat was wel een abnormale paardenmens. Waarom was hij geen goede handelaar? Die gaf niks om geld. Die gaf, als hij een paard had en hij stond hem aan, deed hij hem niet meer weg, zeg maar. Dan, ja. Maar jij geeft ook niks om geld? Ik geef het ook. Heb je mij al verschillende keren gezegd. Maar je bent wel een goede handelaar, denk ik. Ja, nee, eigenlijk niet. Ah, nee? Nee, ik ben te gek van een paard. Ik ben ook altijd... Ik heb ook een hoop paarden dat ik zelf ook heel blij mee ben. En ik wil dat zo ook houden. Als ik er zelf niet blij mee ben, dan moet je ook vertrekken. Maar ze kunnen bij mij krijgen heel veel kansen, paarden. Ja. Okay. En ik ben vroeger... ik weet nog goed dat ik een pony had. En we hebben ieder jaar de Schijndelse kampioenschappen. Dat was vroeger was dressuur en springen en racen en trekken met paarden. En, ja, noem het maar op. En ik had de pony... Ja, die kon zo hard lopen, dat was niet normaal. Ik kon geen één paard tegenop. En ik was een jaar of 11, denk ik. Daar hangt nog ergens een fotootje. En
Ik denk, ik ga morgen schijn als kampioen worden, want dat wist ik zeker. Ik kon geen paard harder lopen als met een pony. En op een zaterdagavond zijn mijn vader begonnen een stukje rijden. En hij op paard en ik op de ponyke. En we belanden in een café. Paard op neergezet. En hij verkocht met een pony. Ja, ik denk, hoe kun je dat nou toch godverdomme doen? Met een pony verkopen. Ik moet morgen kampioen worden. En de man die hem kocht, die zei tegen mijn vader, ik krijg voor mijn 50 gulden als het niet doorgaat. Als vader zei, dat gaat door. Verkocht is verkocht. Toen reed ik bij hem voor op het paard terug naar huis. Ik denk, dat is de laatste keer dat jij met een pony verkoopt, want ik koop hem zelf voor. Je hoeft voor mij nooit geen pony meer te verkopen, want dat doe ik zelf. En die pony waar ik mee ga rijden, die wil ik zelf betalen. En toen ben ik een hele tijd echt kwaad op hem geweest, weet je wel. En ik denk dat het beste is wat hij ooit gedaan heeft. Daar word ik een beetje mens van. Hoe oud waren? Toen was ik een jaar of 11, 12, denk ik. En wat is dan de levensles voor uw eigen dingen zorgen? Ja, natuurlijk. Want ik ben ook met mijn 13,5 van school afgegaan. En dan mocht ik ook vlot. Ja. Van het gemeentehuis en van de politie niet, van mijn ouders gerust. Onze podcast is wel niet educatief, maar niet in die zin. Twee gasten die we nu al gehad hebben, zijn eigenlijk alle twee van school afgegaan. Van school af, ja, ik denk dat ook dat Niels was. Ja, 15 of 16. Ja. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen, als je... Kijk, nu gaan de kinderen, die zijn 3 jaar oud, gaan naar de crash. Ik noem het eigenlijk een klein beetje dumpen, als ik het eerlijk mag zeggen. Ze gaan naar een opvang, ze gaan naar dit. Maar dat was vroeger niet. Wij woonden in een huisje. Mijn grootouders woonden in een huisje. En mijn vader en moeder. En wij waren met mijn 4 kinderen, een gehandicapte broer van mijn vader erbij. Dus we woonden met z'n allen in een huisje. En er kwam heel de dag handelaren en paardenmensen. En daar heb ik tot mijn 8 jaar mijn open mond naar zitten luisteren. Maar toen kwam ik op die school. En daar stond een raam. En er liep een weg langs. En die weg was vlak bij ons thuis. En daar zag ik die mensen die bij ons kwamen buurt. Toen kwam ik allemaal langs die school. Ja, ja. Ken je dat? Het was net of ik in Siberië in gevangenis zat. Weet je wel, dat gevoel. Ik wou dat niet. Ik vergeet nooit, wat een hele lieve juffrouw. Maar vroeger kreeg je boerenverlof als je moest hooien. Maar wij aan 7 koeien. Maar ik had er onderhand al 15 of 20 laten kalveren, weet je wel. En iedere keer kreeg ik vrij. Maar ik denk, ik moet er hier ophouden, want we hebben er maar 7. En toen vergeet ik nooit meer, dan zat ik in de 3e klas, denk ik, toen had ik... Ook heel het boek al leeg gehad. Ik wist niet meer wat ik moest vragen. Dan had ik in november vrijgevraagd om aardappelen te zetten. En de juffrouw? En de juffrouw, ja, is goed. Ja, dat was vroeger, we hadden boerenverlof. Ja. Maar toen moest ik naar de hoofdleraar komen. En die nam er natuurlijk niet. En toen zegt hij, en hier, wat staat hier in de klassenboek? Want toen had ik gezegd dat ik luizen had. En vroeger als je luizen had, mocht niet in de school, dan had iedereen luizen. Hè? Ja. En ik had luizen en vlooien, had ik gezegd. Ik moet een kop kaal laten skeren. En toen zit de leraar tegen mij, kom eens hier. Hij zei, wat staat hier? Ja, ik zeg, ik kan het niet lezen. Hij zei, van den Oetelaar, niet ziek, wel thuis, rijdt op koe in de wei. Ik zeg, wat bedoelde hij me? Toen had... Als ik 's morgens ging met mijn moeder melken, en dan moest ik de koeien gaan halen, ging ik erop zitten en dan naar voren rijden. En dan iemand, een andere jongen van de school, had dat gezien en tegen de leraar verteld. En dat zijn van die mooie dingen. Kijk maar, ik zou dat nooit doen. Als ik iemand, dat heb ik al vroeger van mijn vader geleerd, je moet, wat een ander doet, moet ze zelf weten. Dat noemde een verklikker, of hoe noem je dat? Ja. En daar ben ik mee grootgebracht dat ik dat nooit zal doen. Kijk, maar ik had zo'n hekel aan school. Ja, dat is niet te geloven. En dus 12,5 van school af, wat doet Kees van den Oetelaar dan? Ja, ik was natuurlijk... Kijk, ik heb natuurlijk heel veel mensen ontmoet, of veel, een paar mensen ontmoet, die overal naartoe gingen.
naar de markt in Groningen en Doetinchem en Utrecht en Den Bosch. En daar ben ik allemaal mee gereisd. Hè. En toen heb ik een man ontmoet in het noorden. Hij is helaas te vroeg overleden, Jan Bouwman. Ja. Niet de Jan Bouwman uit Nijkerk die nu nog leeft, maar Jan Bouwman die woonde in een Eijhorst. En die mocht ik graag. En die zei tegen mij, jij kunt voor mij paarden verkopen. Ja, ik zei, dat is goed. Hij zei, maar je moet nooit niemand laten merken dat we elkaar kennen op de markt. Snap je dat? Je moet niet naar me toe komen, 's morgens of zo. En dat is eigenlijk de kwaliteit van de handel, snap je dat? Je hebt ooit mensen die komen op een stal en die zeggen, we zien een paar, oh, die heb ik ook gehad. Of, oh, die is, heb ik. Ik doe dat nooit. Ja, discretie. Ik heb er zoveel gehad, maar dat hoeft niemand te weten. En die man, daar ben ik toen naartoe gegaan. En daar ging ik met naar Polen, naar Denemarken en zo. Toen was ik 14 jaar oud, denk ik. Daar ben ik overal mee naartoe gereisd. Heel veel van geleerd. En je hoeft, als je een paard zag lopen, 5 meter, goed, genoeg gezien, weet je wel. Wij moesten vroeger ook paarden kopen zonder vrij te springen of zo. Alleen aan de hand stappen en draven, klaren. Daarom... Vroeger kenden de mensen veel meer van een paard als dat wij nou allemaal in de gaten hadden. Oh, het exterieur en het achterbeen en de vorm van de hals. En de... Daar kun je veel meer bij bedenken als dat je erger net. Dat was vroeger dus in een oogopslag? Ja, natuurlijk. Kijk, als een paard de ploeg moest trekken kijk, en hij stapte groot, die wouden ze niet. Hetzelfde. Nee, je laadde een kruiwagen vol beton, ja? En je pakt hem op en je stapt ruim weg, dan valt om. Hè. Daar zit geen harmonica, geen besnellingen in. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl ik, dus vind het interessant dat je het zegt, want ik zie graag een paard met een grote open stap. Een paard moet goed kunnen stappen, draven en galopperen, vind ik. Ja. Maar het moet niet te groot zijn. Ja. Ja? Als een paard te groot stapt, ga je altijd gepaard met een skyfall galop. Altijd. Als een paard te groot stapt? Te groot. En wat is te groot dan als een paard dat 3 voeten overstapt? Of is dat een paard die een paard moet harmonica hebben, moet van voren naar achteren lopen en controle over zijn eigen hebben. Maar wat is voor u het verschil tussen een goede stap en een te grote stap? Dat vind ik interessant. Allee, gewoon plastisch. Ja, wat is dat gevoel? Kijk, sommige mensen zeggen stap is niet belangrijk. Ja, ik zie het heel graag. Een paard van achteren naar voren door de skoft kan stappen, zonder dat zijn lichaam van boven daar iets voor hoeft te doen. Komt. Ja. Ja, ja. Daar zie ik hem met een paard dat springt in een parcours, die springen dat één stuk en in een spoor. Hoeven ook niet hoog te springen. Vind ik super interessant, want ik ben ook zelf liefhebber van een goede stap. Ik heb sowieso al geprobeerd om volbloeden wat te volgen. En waar een stap, jaarling wordt daar echt op stap beoordeeld. Maar inderdaad, het gaat dan over waarschijnlijk over balans. Ja. Ja, je kunt ook te groot. Je moet achter een paard lopen, moet hij niet naar links en naar rechts gaan. Nee, nee. Je moet in het spoor recht vooruit gaan. Ja, wel. Maar iedereen heeft zijn eigen smaak erop. Maar ik vind dat nog altijd zeer belangrijk. Ja. Want hoe een paard, dat zie ik vandaag. Ik heb alle paarden weer gezien en ze komen binnen. En je ziet in principe al hoe dat hij springt. Want vandaag is tweede dag wereldruiterspelen in Herning. Voor de mensen die... die luisteren. Het is vandaag... Wat is vandaag? Donderdag? Woensdag? Donderdag? Donderdag ja. In de inleiding zeiden we, zijn een paar dingen die ik van Kees heb onthouden. Een van de verhalen, of die je mij ooit... verhalen, een les die je me ooit hebt geleerd, die ik nog altijd niet goed begrijp. Heb mij verteld in Lanaken over paarden, regio's waar paarden vandaan komen en hoe de grond daar verschilt. Kleigrond, zandgrond. Ja, dat is toch heel eenvoudig. Als je erover nadenkt, is toch heel eenvoudig. Kijk, vroeger had ik mijn vader een hekel aan Gelderse paarden. Gelderse paarden wonen in Gelderland op zandgrond. Als je 2 sterke jongens hebt en je hebt een ploeg, kun je die ploeg voorttrekken door de zandgrond. Maar die Groningers, die hadden kleigrond, die was zo hard als hier de tafel. Dus een paard die daar een ploeg moet trekken, die moet 3 keer zo sterk zijn. Ja. Een paard dat sterk is, is goed gebouwd. Snap je wat ik bedoel? Per definitie, ja. Kijk, en uit de
of dat nou Ierland is, of Frankrijk is, of Holstein is, of waar het is of niet. Kijk, nu is dat allemaal veel veranderd. Maar vroeger, de beste springpaarden komen altijd van de plekken met de zwaarste grond. Ik kijk naar mijn buurman. En het is heel simpel te bekijken. Kijk, vroeger die paarden die dus in Brabant op hol gingen, snapte die te heet waren? Ja. Die gingen vertrokken allemaal naar Groningen. Toen gaan ze niet op hol, ze hadden de ploeg maar in de grond. En hoe harder dat ze op hol gingen, hoe beter. Ja. Kijk, en als je daarmee gaat fokken, krijg je instinct, snap je? En dan krijg je die drang naar voren om een springpaard te krijgen. Ja. Louis, jij komt uit het Waasland. Welke grond? Een zware grond. Nee, maar ik... Maar 100% ja? bij jullie, dat is allemaal zware grond. Hmm. Dat is gewoon zo. Ja, oké. Okay. Aan de andere kant ben ik me dan aan het inbeelden. Alleen, het is natuurlijk... Leg je dat nou uit aan jonge mensen? Ja, dat is niet meer... En dat is ook niet meer van toepassing. Nee, want je moet dan generaties kunnen terugkijken in het pedigree waar een paard vandaan komt. Maar waar wel van toepassing is, waar wij aan moeten denken, en het is niet 5 voor 12, maar het is 5 over 12, is dat de... Je hebt natuurlijk nou een hoop mensen die embryo's duur verkopen. 30.000, 50.000, 100.000, noem het maar op. Daar zijn geen paardenmensen, noem het. Daar zijn mensen die een bedrijf hebben, die een neusje hebben voor geld te maken, die zo'n merrie kopen, ergens, de moeder van dit en de moeder van dit. Die gaan ermee fokken, of die gaan embryo's, ectie. Maar de mens die dat paard gemaakt heeft, stopt met fokken. Dat is de fokker die dat paard gemaakt heeft. Snap je wat ik bedoel? En zo gauw als die embryo's dat duur verkopen minder wordt, houdt die mens op. Die rijke mens, van die rijke fabrieksmens. Maar een ander is al opgehouden. Snap je? Kijk, die paarden die... Dus dan stopt alles, wilde zeggen. Zowel de echte fokker, de authentieke fokker, de broodfokker. De echte fokker is aan het uitsterven. Ja, absoluut. En dat is heel erg zonde. Wat is daar de reden van? Dat is de reden dat die mensen die... Hoe moet nou, als je nou een veulentje fokt... Dat is vroeger, zeg maar. Mensen fokten een veulentje, wou er plezier van hebben. Dachten ook in generaties. Deze fokkers denken niet meer in generaties. Hè? Wie gebruikt er nou nog een volbloed om over 2 generaties een beter paard te krijgen? Maar dat is het allerbelangrijkste wat er is. Moet ik jou eigenlijk eens voorstellen dat nu nog elk toppaard stamt af van een draver of een Connemara of het Holstein zit veel Spaans bloed in van vroeger uit. Dat is toch ergens die gekke mix die een paard moet hebben. Kijk, het kan niet zijn als we zo verder gaan dat de kwaliteit van de paarden beter wordt. Dat kan niet zijn, dat bestaat niet. Alleen, wat we wel krijgen, nu, en dat moet ook, dat de paarden rijdbaarder zijn. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je mag een paard niet meer op zijn puntje zetten in het parcours. Dat moet allemaal uit zichzelf gaan. En dat is wel de toekomst natuurlijk, omdat we dadelijk ook die kinderen van die mensen die nu paard rijden, kijk maar op de lijst bij de wereldkampioenschappen, is gewoon 80-90% boerenkinderen of kinderen van de toprijder. En ook op een keer wordt dat ook weer anders. Kijk maar, al dat erbij komt, moet allemaal een paard hebben dat comfortabel is, dat precies naar de hulp van de ruiter luistert. Kijk maar, die echte freaks, daar kan alleen een paardenmens mee omgaan. Ja. Dat is gewoon zo. De freak van een paard, willen zeggen. Ja. Kijk, als je all-in is gewoon een project op zich. Dat is zo'n paard als all-in, als je die 2 hebt, dat is gewoon een dagtaak. Hè? Dan moet je van alles maar doen. Die moeten dan eens. Je moet voelen wat een paard heeft. Je moet ermee om kunnen gaan. Je moet ook thuis kunnen blijven als je zijn eigen niet goed voelt. Of je kunt hem niet forceren. Kijk, als je langer vooruit denkt. Net als Verdi bijvoorbeeld, is samen met Michael naar de top gegroeid. Doordat we met z'n allen
hebben dat proberen goed te doen. En omdat ik een toppaard was, is dat ook goed gegaan. Ja. Maar je moet niet één ding niet goed doen, want dan komt het al niet goed. Ik wil graag straks nog even terug op Verdi komen, want dat hoort wel bij Kees van den Hoetelaar, vind ik. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Maar we waren nu het straatje ingeslagen van die discussie. Of ik vind het heel interessant wat je zegt, op de manier waarop we nu aan het fokken zijn, gooien we weg, daar komt het eigenlijk op neer, wat de afgelopen 100 of 200 jaar is opgebouwd. Ja. Maar waar gaat fokkerij dan naartoe? Of waar brengt de hedendaagse fokkerij ons dan wel naartoe? Wat moeten wij doen? Allee, dan natuurlijk met verschillende facetten samen. Hoe evolueert de sport? Maar ik denk dat de sport zijn eigen ook zal moeten aanpassen aan de fokkerij. Of is het omgekeerd? Het ligt eraan wat onze opvolgers willen. Willen wij van onze paarden een soort paard maken, net de Friese of de Haflingers of de Fjorden of de... Snap je dat? Als we dat willen... En wat wil je daarmee zeggen? Als we dat willen, moeten we zo doorgaan. Als we over 50 jaar allemaal hetzelfde paard willen hebben, moeten we doorgaan hoe we nu bezig zijn. Want als je komt maar op een keuring, kom bijvoorbeeld bij jullie in België, nu is BWP, dat is alles, weet je wel. Je komt in België, er komen 80, 90 hengsten op de keuring, die komen maar uit 3, 4 moeders. Dat is levensgevaarlijk, hè? Je krijgt veel te nauwe verwanten straks. Mag ik zeggen dat waar volgens mij het probleem zit, als in, er wordt niet meer nagedacht bij de broodfokkers, zullen we ze noemen, wordt er niet meer nagedacht over hoe kunnen we de negatieve punten van mijn merrie verbeteren met de positieve punten van de hengst die ik ga kiezen. Er wordt helemaal niet gezien. Kijken gewoon welk veul is er vorig jaar duur verkocht en doordekken we met. Ja, ik wil er een stukje in meegaan, maar natuurlijk... dat is ook een beetje het verhaal jonge hengsten, oude hengsten gebruiken. Ja, ik ben voor jonge hengsten. 100%. Maar jij beschikt over een talent dat... Ik loop nu 20 jaar in de paardenwereld, 25 jaar in de paardenwereld rond. Ik kan zo oud. Ja, net 40 geworden trouwens. Gelukkige verjaardag, dankjewel. Ik kan een jong paard niet inschatten. En ik kan zeker een jonge hengst niet inschatten. Nee, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Kijk, een soep koken uit een boek smaakt niet. Je moet een beetje gevoel voor hebben. Ja. Je moet er met een blinddoek op kunnen koken. Je moet een beetje... En daarom moet ook heel eigenwijs zijn natuurlijk. Hoeveel paarden heb ik? We hebben ze ons niet uitgelachen met Concorde, met Verdi, met noem maar... Of met Obeli, of noem maar waarop. Maar je moet een eigen weg volgen. Misschien moeten we even de weg van Concorde inslaan, nu dat de naam is gevallen. Of we zijn nog te vroeg. Is dat überhaupt... Wat was uw eerste succespaard? Dat is natuurlijk Concorde. En dat blijft het. Dat is mijn eerste en dat blijft tot mijn dood toe mijn nummer 1 paard. Ja? Ja. Hoe oud waren het? Hoe zijn Concorde op het pad gekomen? Het verhaal Kees Concorde. We hadden een hele goede kennis en dat was familie van Diest, het Zon. En die kochten in Weidem, in Groningen, een Marke Polenberry. En die heette Flyer. En dat kwam omdat hier Willy van Hedel, de vader van een man hier uit de buurt, die had een Marke Polo, dat was Vivaldi, vroeger van Melanie Smit, was toen het beste paard van de wereld. En daar is hij op zoek gegaan naar een merrie. En die kocht toen die Marke Polo merrie. Mijn vader was helemaal bezeten van Voltaire. Voltaire werd met zijn hakken over de sloot goedgekeurd, want dat was maar een klein beestje. Dat was een Furioso 2 uit de Gotthard. Maar die sprong fantastisch. Maar toen werd er eigenlijk nog weinig met hengsten gesprongen, alleen in het verrichtingsonderzoek. Dus wij dekten toen al onze merries met Voltaire. En ook Bert van Diest, die Marke Polo merrie, die was 1,58. En toen werd een veulentje geboren. En ja, Bert wou absoluut de veulen niet verkopen, maar na 2,5 jaar is hij dan toch verkocht. Heb ik hem gekocht. Hoe oud was jij toen, ongeveer? Ja, we zijn het gelezen. En, ik denk 35 jaar? Nee, 21 of zo. Ja. 20, weet ik het.
dan waart je 20 of 21 jaar oud. Ja. Ja. Okay. En toen was Kees van de Hoetelaar al volop handelaar? Ja, dat sowieso. Ja. Alleen krijg je geld. Maar wat handel deed je op die moment? Wat voor handel? Paarden, ponies, ja, noem het. Kleinere, of hoe werkt het? Toen zal er ook nog een heel andere tijd van handel geweest zijn. Maar je deed massa. Ja. Vul naar de markten en zo. Hè. Ja. Okay. Zoveel gulden hier, zoveel gulden daar, boom, boom. Ja, ja. Okay. Geen guldens, ook. En dus, op 2,5-jarige leeftijd, koopte Concorde. Ja. Die ging toen... dat is een heel lang verhaal, maar daar zitten we over 4 dagen nog hier. Maar die ging toen naar het... eerst ging ik hem met naar de keuring, want hij was eigenlijk te klein, 1,58. Bij KWPN dan? Of bij KWPN. Maar die man die paarden deed meten, dus de hoogte, maar ze moesten, dacht ik, 1,62 zijn. Om te mogen meedoen, anders viel dat. Om goedgekeurd te mogen worden. Ah, ja. Maar die man die verkocht altijd halsters op de markt. Maar ik wist wel dat mijn hengst te klein was. En ik kocht van die man honderden halsters van tevoren. Van die touw die hij niet zelf vlechtte. Ja. En ik ging met een hengst aan het meten. Er lag een mooi dek op de hengst. Hij zegt, je hebt een mooi dek op paard liggen. Ik zeg, dat is van jou, Jan. En de hengst maakte 1,62. Toen is hij goedgekeurd. Toen zat hij in het verrichtingsonderzoek. En toen kreeg je eigenlijk met de tussenbeoordeling een 4 voor de draf. En dat was op 10, voor de goede orde. Ja. En die kreeg een 4 voor de draf, eigenlijk net voor de tussenbeoordeling. En toen verkocht ik de helft aan Henk Nijhoff. Dat deed ik toen ook al zaken, want ook al mijn hengsten eigenlijk bijna mee samen heb. En daardoor heeft toch Concorde het verrichtingsexamen gehaald. Omdat Henk Nijhoff instapte. Omdat Henk Nijhoff mee instapte, denk ik persoonlijk zelf. Maar wat zag Henk Nijhoff toch ook een paardenman, puur staan op die moment in dat paard? Ja, Henk Nijhoff, dat is niet normaal. Die mens die heeft zoveel gevoel voor hengsten uitzoeken, dat heeft hij ook al bewezen. Wie had er nog betere paarden gehad op de wereld dan Henk Nijhoff eigenlijk? Niemand, hè? Dus ik heb, mensen, die hebben er echt gevoel voor. Hm. En het is een goede vriend van mij, dus ja, we hebben altijd heel veel plezier gehad van de paard. Gewoon heel zijn leven lang. Maar sprong Concorde dan zo verschrikkelijk goed? Was dat puur gevoel? Of? Dat was eenmalig. Zoveel kwaliteit dat hij had. Zoveel afdruk dat de paard had. Dus ik belde vandaag, net voor de eerste ronde van de Nations Cup, met Erik van der Vleuten. Om eens wat insight te krijgen. En Erik van der Vleuten zei, het ging over Concorde. En hij zei, hij was ook heel jong toen hij Concorde kreeg. En hij zei, waar ik ook was... mensen wisten als ik op het voortrein aan het losspringen was. Zoveel afdruk. Ja. Als je met Concorde op concours en er waren zeg maar 200 mensen, gingen allemaal naar de paard kijken op het voortrein. En daar is. Concorde is. Toen ook bij Erik weggegaan. En dat is nog een van de ergste dingen die ik ooit mee heb gemaakt. Hoezo? Ja, je bent jong. Van Geenbergen senior bood toen voor Concorde 2,5 miljoen gulden. Dat is net zoveel als nou misschien 10 miljoen euro. Toen was hij 7 jaar oud. Hè. En toen, ik vergeet nooit meer, je loopt er natuurlijk maar rond. Want je hebt niks en je hebt de paard wel, maar en je wilt hem niet kwijt. Ja. En Henk en ik, we wouden hem eigenlijk helemaal niet kwijt. Toen hebben we dan toch besloten om hem te verkopen aan Vergeenbergen. Maar dan wouden wij het sperma houden voor Nederland. En toen zei Vergeenbergen, dat doe ik niet, want jullie willen de koe verkopen en de melk zelf houden. Vergeet ik nooit meer. En toen is dat op een of andere manier ook niet doorgegaan. En dat is mooi geweest dat het niet doorgegaan is natuurlijk. Want, kijk, maar dat was een heel bijzonder paard. Maar hoe is... want Erik heeft hem dan van jongs af aan opgeleid? Erik heeft hem... Nee, hij is begonnen met Henk Dix. Die had hem zadelmak gereden na het verrichtingsonderzoek. Is dat familie van Aniek?
een oom. Henk, ja. Die kon heel goed paardrijden vroeger. Nou nog maar. Ja. En toen is hij in de competitie heeft hij met Roelof Bril gelopen. Dat ging niet helemaal zo goed, maar ja, wie had er toen wel verstand van paardrijden? En toen heb ik hem verhuurd aan Gebroeders de Krom in Maarhezen. Ja. Want ik had geen hengsthouderij. En toen is hem Piet Rijmakers gaan rijden. En die kon er fantastisch mee rijden. Maar die liet hem ook, Piet liet hem ook altijd zijn eigen natuurlijke dingen doen, weet je wel. Die liet Concorder ook lopen. Piet had er ook heel veel mee gewonnen. Maar toen ging Piet naar Zangerszijde, hoe lang is dat geleden? Goh, dat durf ik niet te zeggen, ja. Hoe lang is dat geleden? 35 jaar of zo. Ja. En toen is hij naar Erik gegaan. En Erik kon er ook super mee rijden, was zo mooi om te zien. En vergeet nooit meer, dat was in Den Bosch. Het was heel slecht weer en toen werd hij een bodem. Van buiten naar binnen, en dan moesten die paarden erop springen. Zo'n oude kleibodem was dat. En toen kreeg hij echt angst, paard. En op een of andere manier, ik weet niet precies hoe het gelopen werd, Concorde toen NOP, Nederlands Olympiadepaard. Toen al? Toen. Ja? Ja. En toen hadden we een vergadering ergens bij Utrecht in die kant. En toen hadden die mannen dus besloten dat Jos op Concorde zou moeten rijden. Maar ja, al mijn vrienden wonen op Concorde rijden. Erik van der Vleuten of Emiel Hendricks of Henk van der Pol. En iedereen wou op Concorde rijden. Dus toen ben ik vanaf Hilversum of Utrecht ben ik naar huis gereden. En omdat ik toch in de buurt woonde bij die mensen, moest ik maar zeggen dat ze niet op de paard mochten rijden. Dus dat was natuurlijk een slechte rit voor men. Ja. Dat zal ik ook nooit meer doen. Daar trap ik nooit meer in. Nooit. In de boodschappen zijn van slecht nieuws dat je zelf niet hebt gemaakt. Ja, juist. Maar ik, ja. Ja. En nou nog steeds, want ik protto 35 jaar geleden, heb ik nog steeds door gruwelijke problemen met dat Erik dat niet af heb kunnen maken. En dat had hij, niet dat ik het joh, want ik heb met Jos ook al super veel plezier gehad met Concorde. Nederlands kampioen geworden? Ja, geweldig. Grote prijs van Noord-Rijn-Westfalen gewonnen. Voor mijn doen heel veel gewonnen. Echt en plezier mee gehad, want Jos is een toptalent en een topmens en een toprijder, alles. Maar ik zou ze het liefst allemaal op willen zetten, snap je? Ja. Dat zijn allemaal ja, goede vrienden van hem dus. Hoe ging Erik daarmee om? Ja, ik denk dat Erik er ook veel moeite mee. Eigenlijk ook de schoonvader van Erik en ja, iedereen, of vrouw van ik. Ja, Concorde was toen eigenlijk een heel populair paard. Toen hij als in de sport het goed deed, was hij toen ook al populaire hengst? Ja, hij was toen mocht een hengst 250 merries dekken. Eerst had hij natuurlijk gedekt, gewoon bij de boer op de wagen. En toen kwam de KI, omdat er bij Zangersheide, of ergens kwam er Sam of iets, weet ik niet. En toen moest het KI, toen kwam ik KI. En toen mocht een paard 250 merries dekken in Nederland. Maar ja, hij zat eind april al vol, hè. Dat was gewoon niet normaal, zo populair dat hij was. Ik kwam te kort op concours, liep er in één rubriek zomaar 25, 30 Concordes mee in het L of het M of het Z. Of dat was gewoon prachtig. Ik weet wel dat ik er toen van de eerste jaargang kocht ik er. Toen had hij 21 of 22 merries gedekt, of 24, maakt niet uit. Maar in ieder geval van die 20 veulentjes hebben er, ik meen, 12 internationaal gelopen. Ja, ja. Stel al wat voor. Ja, dat was heel apart. Kijk, maar dat zou nu nog een heel goed paard geweest zijn. Ja. Wat bracht Concorde als hengst? Afdruk, hè. Voorzichtigheid. Hij had iets weinig voorhoe, zeg maar. Iets op de kop gebouwd. Ja. Mijn vader zag dat heel graag. Dus hij zit ook een beetje in mijn verankerd. Waarom? Een paard een beetje bergaf. Ja, ja. Dat vinden wij. Dat zit bij ons in een beetje in de... Waarom is dat? Omdat die kunnen
beter bukken, beter afdrukken, beter sluiten. Die kunnen alles beter. Kijk maar naar all-in. Ik kan er wel 50 op noemen. Dat 10 daar noemen. Maar die zijn allemaal een beetje daar naartoe. Ja, want wij zoeken... Iedereen zoekt een paard. Ze moeten opgericht zijn. Maar ja, een oprichting hebben. Ze moeten oprichting hebben als ze aanlopen. Ja, maar niet in de bouw. Niet als ze staan. Ja. Kijk, bijvoorbeeld Jikke, daar heb ik zelf nog vaak mee gereden zomaar. Maar dat was een heel horizontaal paard. Ratina ook. Dat was heel horizontaal. Maar ze gauw als ze bewegen... Tjuk, het is wel super interessant, want kijk elke foto van Ratina met Piet of met Ludger en je ziet de merrie met haar hoofd hoog en die hals daar en dan denk je, oprichting. Maar... Een paard dat naar een hindernis loopt, moet altijd naar die bovenste balk kijken. Als ze dat niet doen, zijn ze dan niks waard. Dat moeten ze altijd doen. Dus die oprichting die komt van ergens. En je kunt met een paard dat horizontaal is, kunt naar beneden en naar boven. En in die naar bovenste, net als in een giraf, kunt nooit naar beneden over de rug. Ja. En die springen ook altijd in drie delen. Kijk, een antiloop maakt, die maakt één sprong. Dat is een kat op tafel, zeg maar. Maar een giraf die moet drie sprongen maken. Dat is hier nou op de Olympiade of op de wereldkampioenschap ook. Je denkt dat die mens knoerhard rijdt en je nog tijdfouten. Ja. En dat zit hem gewoon in de exterieur van de paard, niet anders. In de bovenlijn eigenlijk. Ja. Ja. En vooral de skoftlengte en de schouder. Daar zit eigenlijk de sleutel van een springpaard, vind ik. Tenminste, zo heb ik het geleerd. Vertel. Dat is moeilijk te vertellen, want een skoft ligt tussen de schouderbladeren en een skoft moet op en neer kunnen gaan. Je moet van voren naar achteren moet kunnen bewegen. Kijk, maar als je een korte skoft hebt en een hoge hals, kun je dit niet doen. Dan loop je tegen de muur aan. Dus dan moet je altijd vasthouden. Die kunnen ook nooit geen adem halen. Een vierkant model, kan niet. Ja. Je kunt niet loslaten, kan niet. Maar een paard dat dus een beetje horizontaal gemaakt is en berg op galoppeert, kun je ergens heel veel mogelijkheden mee. Dus, maar het is een klein beetje moeilijk uit te leggen. Nee, maar ik wil wel volgen. Want als je hengstekeuringen, we gaan er allemaal graag naartoe, wordt een paard gepresenteerd. En dan vinden we het allemaal geweldig leuk als je daarin ziet staan met een kraag erop en die zo wat... Eigenlijk is dat nog niet noodzakelijk. Gaat het niet over de hals? Die springen in principe in drie delen. En als je dan ook nog door die professionele klaarmakers een kapje achter dan doet, ja, dan weet je niet waar je zit. Maar de lucht is voor de vogels. Wat moet de paard er bovenin doen? Lucht is voor de vogels, hè. Yep. Waarom, als een paard dan een vierjarige competitie wint, weet wel, op punten. Die springen, al die hoog over die hindernis springen. Die krijgen de hoogste punten. Maar hoe hoog moet de paard springen als je in Aken loopt? Ja, net erover. Hè? Ja. Hè? Een meter 61 of 66 tegenwoordig. Ja. Dus die paarden die hoge punten halen in die jonge paardenproeven, zie ik hem nooit in Aken. Hè? We gaan van Concorde nu naar hier naartoe. Ik wil nog heel even Concorde afsluiten. Concorde bracht kwaliteit, bracht afdruk. Ja. Wat had hij zelf nodig? Wat kan hij zelf tekort, enigszins? Iets rust, zeg maar. Een merrie met iets rust en bloed. Hij is... het is heel raar, maar hij heeft met gewonere merries, met strontbeesten, zeg maar, meer goede paarden gemaakt als met die keuzes die we gemaakt hadden. Het is heel raar, eigenlijk. Hoe kun je dat dan verklaren? Of ja, zeg het maar. Ja. Maar één ding, als ik er 10 had, hadden er 8 maar afdruk, zeg maar. Ja. Dat vererft hij gruwelijk. Hij zou nou onderhand weer passen in de fokkerij, denk ik zelf. Ja. Kunnen we nog wat rietjes kopen bij u? Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is echt. Ja. Hij zou nou weer... Maar je moet niet vergeten dat ik... het is ook mijn enigste paard waar ik eigenlijk een beetje blind voor ben. Snap je? Ik wil er niks van... Zo het schoon dat je dat kunt zeggen. Ik wil er niks verkeerd van horen. Dat is een klein beetje het Luc Tillemans Toulon, Eric Leval, ja, Diamant. Ik heb Luc, toen hij Toulon verkocht, direct gebeld. Ik zeg, het past me eigenlijk niet wat je nou doet. En ik mag Luc heel graag. Toen Luc Tillemans Toulon verkocht? Ja, ik zeg, ik had dan een vriend niet verkopen. Ik kan dat niet. Maar wat was het antwoord?
Ja, hij was... Ja, ik heb hem ook direct gebeld toen hij weer terug had. Ah, nee, ja. Dat bedoel ik. Want Luc, ja, de emotionele waarde moet, is niet... Je moet als Luc over Toulon praten, zelfs als ik met Concorde. Dat bedoel ik. Ik herken dat, het verhaal of het gevoel. Het, Want je zegt, Concorde is mijn nummer één, maar heeft natuurlijk niet gedaan wat dat Verdi heeft. Nee, maar mag als springpaard, als mag je schoenen nog niet poetsen van Verdi. Bij wijze van spreken. Ja. Maar, ja, maar dat het niet altijd, dat wil niet altijd. Nee. Ja. Okay, ik snap dat wel. Dat is u, want, allee, heel eerlijk, ik ben eigenlijk zitten met 3 generaties aan tafel, denk ik. Niet? Nu voel ik me echt al een vriend. Het is ook een beetje waar. Ja, okay. ik persoonlijk, ik kan me niet voorstellen hoe Concorde hooguit van foto's, maar ik kan me niet voorstellen hoe die Hengst sprong. Maar als ik het zo hoor, Nederlands kampioen, ja, grote prijs Noord-Rijn-Westfalen. Ik wist niet dat dat paard zelf zo had gepresteerd. Dan heeft hij wel, een palmarès. Die heeft wel een palmarès als springhengst. Extreem palmarès. Ja, dat wist ik zelf niet eigenlijk. Een heel snel paard was Concorde. Abnormale kwaliteit. Ja. Maar er zijn weinig in die tijd... Noord-Rijn-Westfalenprijs bijvoorbeeld. En toen had hij net, vroeger was Bezangers, hij had ook het concours van Luxemburg, concours, weet ik het. Ja. Won hij ook. En toen de week erop voor Aken, Nederlands kampioen. Moet allemaal niet... Noord-Rijn-Westfalenprijs winnen is niet eenvoudig, hè? Nee. Verre van. Maar was dat niet een van de verbeteringen, als ik verkeerd ben? Ik ga er waarschijnlijk helemaal langs zitten. Maar niet een van de eerste hengsten die op die manier ook gesport heeft? Ik heb... toen waren wij eigenlijk de eerste mensen die met hengsten in de sport gingen. Allee, in de sport gingen? Wij zijn sportmensen, hè? Tuurlijk. Maar vroeger had je het sport en sport. In België zijn er ook heel veel hengsten... ik spreek vanuit mijn eigen dingen, Lies de Darme, et cetera, die hebben ook allemaal sport gelopen, maar zwaar, LRV, ja, die zijn nooit dat niveau waar Concorde... Nee, dat klopt, maar dat was nog iets ervoor, hè. Oké. Concorde is net voor de eeuwwisseling. Wanneer is Concorde geboren? Ja, je zegt, je was 20 als je hem kocht, dus 40 jaar geleden. Ja, dat is al hij nou eens geweest. Ja, ik denk dat hij nou onderhand 40 geworden zou zijn, denk ik. Hippomundo. Wacht, hè. Louis, als jij verder gaat. Want dat is ook een van de dingen dat we... Je moet eigenlijk door de fotootje even vatten. Dat stutje is 2,5-jarige. Moet je nou maar eens kijken. Ze biedt die camera draaien op het einde. Ja. Huh? Nee, maar ik wil maar zeggen, dat is met heel veel respect eigenlijk, zeg maar, ik heb de Hengst nooit gekend. 84. Dus hij is van 84, dus hij is nu 38. Ja. Van 82 en 50. Ja. Zoek eens op, Lies de Darme. Wanneer is Lies de Darme geboren? Dat gaat nog niet zoveel schillen. Nee, kan. Het kan zomaar ook 84 zijn. Ik heb een geluk dat u... Gaat uw opa luisteren? Jawel. Ja, serieus? Denk het wel. Is geboren in? Lees het darmen. Nee, jong. 77. 77? Vijf jaar. Ja. Heb ik weer gelijk. Sorry. Na 84? Ja, dat is wiskunde van Frederik de Bakker. 7 jaar. Standaard. je hebt gelijk. Ja. Je hebt absoluut gelijk. Maar we zijn hier ook niet om. gelijk of nee. Concorde, palmarès, springen... als ik denk, Concorde en Verdi, Concorde heeft hier wel een standbeeld staan. Ja. Krijgt Verdi hier ook een standbeeld? Ja. Moet ik 2 standbeelden zetten? Ik vind dat ik dat niet moet doen. Ik vind dat Erik van de Vleuten het standbeeld van Verdi in zijn tuin moet zetten. Ja. Dat vind ik. Bij deze? Daar gaat hij wel over nadenken, denk ik. En Nijhoff een standbeeld van... Haardbreken in de tuin moet zetten. En ik vind dat Luc een standbeeld van Toulon. Kijk, je kunt niet... Ik kan niet Concorde met Verdi vergelijken. Dat is niet... Nee. Hoe is... Concorde gaat naar Jos. Hij is een mede-eigendom van Henk Nijhoff. Ja. Hoe eindigt de carrière van Concorde? Die eindigde toen Concorde 12 was. Ik denk dat die de laatste keer in... Ergens aan de Italiaanse grens, Lugano of zo, die gewonnen. En toen zijn we mee gaan dekken. Ja, vroeger was het toch weer anders dan nu, hè? Tot een bepaalde hoogte en dan is genoeg. Ja. Hij dekt te veel, hij fokt te goed. Ja, dus, Heeft hij zijn oude dag hier gesleten of bij Nijhoff? Nee, bij Nijhoff. Ja. En ook daar overleden? En daar overleden. Hij is nog op zijn verjaardag bij mij geweest hier toen hij 30 werd. Nee. Ja,
is hij bij mij geweest. En toen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Denk jij dan van, verdikke, hij wordt 30 volgende week, laat hem eens naar hier komen. Nee. Ik had een feest gegeven, een heel mooi feest, dat Concorde 30 was. Maar ik was ervan uitgegaan dat hij niet meer kwam, want dat, 30 jaar oud. En hij kon nog net lopen een beetje. En in één keer kwam hij hier binnen gelopen. Ja, om je natuurlijk te janken als een klein kindje. Ja? Ja, dat kon ik niet. Toen kon ik niks meer zeggen. Ik kwam in één keer zo onverwachts hier binnen gelopen. Is het dan moet er ook veel gebeuren tegen dat Kees van den Hoed daar niks meer zegt. Is het dan, is het dan ook hetzelfde geweest de dag dat hij kwam te overlijden? Nee, dat was heel anders. Dat was een hele stille dag. Maar een gruwelijke tevreden dag. Henk die belde me 's morgens op en die zei, ja, ik vind nou echt dat die... Het is goed geweest. Dat niet meer gaat. Nou, ik zeg, dan moet hem mooi zachtjes in laten slapen. Dat hebben we ook gedaan. Ja. Hoe lang geleden? Hij zal, hoe oud is hij geworden? 34, denk ik. 33. Ja. Zijn moeder ook. Zijn moeder was ook 33. Ja. Maar ik moet wel zeggen, als je paardenmens bent en je bent jong en je treft zo'n paard meteen al in het begin van uw leven, dat is gewoon... Ik zou dat aan geluk... Allee, nee. Iedereen heeft iets geluk nodig in zijn leven. Ja. Maar in uw geval, gezien het verhaal en gezien de achtergrond en de fundamenten die bij u ooit gelegd zijn, je kunt het ook niet alleen aan geluk toeschrijven. Of het past ook ergens bij u. Ja. Bij uw levensverhaal. Of, dat vraag ik me eigenlijk heel dikwijls af. Zijn er nu... nog iets dichterbij, Kees? En ik ben... Ik ga iets dichter bij u schuiven. Ik ben met Concorde en met Jos overal geweest, hè. Ja, dat geloof ik ook. En met Erik. Ik ging iedere week mee, hè. Zoveel plezier mee gehad, dat is niet normaal. Ja, snap ik ook. Dat is eigenlijk wat sport betreft ook een van de mooiste tijden die ik meegemaakt heb. Zeg maar. Ja. Want hoeveel zijt je sportman? Ja, dat is nummer 1, sport. Ja, dat is voor u wat telt. Ja, tuurlijk. Want dat vroegen wij ons af toen we naar hier komen. Bij wie gaan we? Gaan we bij een handelaar? Gaan we bij een fokker? Gaan we bij een hengstenhouwer? Gaan we bij een sportman? Kijk, mijn goede paarden heb ik ook altijd gevonden door de rest van de handel te doen. Als ik dat niet gedaan had, ik de goede paarden nooit gehad. Want als ik op zoek ben naar een paard wat ik graag zoek, of wat ik graag zie, dan koop ik er maar 1 in de 5 jaar. Dus je bent naar handel op zoek, overal op de wereld. Maar altijd op achterhoofd, als er iets goeds, dan moet ik het hebben. Wat is dat? Ja. Want we hebben daarnet ook even... Je hebt een website. Ja. We hebben daarnet even over uw website gekregen. Jawel, valt best mee. Best wel, hè. Jawel. Bij de pagina referenties staan er 6 paarden, wat natuurlijk niet echt representatief is met hetgeen dat je ooit in je leven verzet hebt. Maar daar staan paarden als Hickstead, als Cedric van Laura Crowd, Marius Claudius. In stijl. Warand stond daar ook dus, in stijl stond daar niet. Warand. Pro-pilot. Die paarden kwamen je allemaal tegen door een handel dat je deed. En daar zag je dan wel iets speciaals in. En die heb je dan ook gehouden. Want bijvoorbeeld een Hickstead. Wat is uw rol in het leven van Hickstead? Die heb ik samen met Rinus de Jongens Veulentje gekocht. En tot zijn 3 jaar gehouden volgens mij. Toen hebben we er merkjes mee gedekt. Maar ik vind de Hickstead geen echte fokhengst is. Nee. Dat vind ik persoonlijk ook. Maar... Daarom is je ook... toen bij ons weggegaan. Kijk, wij... Nu toevallig staat er wel een Hickstead op. Ja, hier, geweldig. Zeker. En droompaard, hè. Abnormaal. Zag je in Hickstead al iets speciaals? Ja, die kon vrij springen. Dat is als 2-jarige. Dat was niet normaal. En dan zag je als veulen ook al het heel speciaal? Nee. Of niet? Nee. Het is wel mooi. Eerlijk. Ja. In die zin kunnen het ook niet altijd gezien omdat hebben. Ik ben dus op zoek naar een paard dat dus als hengst goed genoeg is en als sportpaard genoeg. Maar dat is moeilijk, hè? Ja. Sperma goed, foto's goed. Tegen dat je er helemaal zijt, dat heel het plaatje rond is. Kijk, en dan is mijn einddoel is eigenlijk dat dus Verdi springt in Aken tegen zijn eigen kinderen. Ja. Ja, meer kun je niet bereiken.
dan is het klaar. Dat vind ik geweldig. Ja. Doen we even Verdi? Waarom niet? Jawel. Waar is het... Maar je hebt ook veel paarden. Ik heb bijvoorbeeld Fernando, die is ook van mij. Want ja? Dat is Johnny Palsma rijdt. Dat is een wereldpaard. Die is vandaag nog van u? Ja, ja. Ja, okay. Alleen dat paard, dat loopt nou een keer van het geluk onder de trein. Want hij... Net, hij deed net altijd pech. Of die neemde eraf. Of net... Weet ik, het is altijd iets. Wordt het paard en ruiter niks aan kan doen. Johnny is helemaal bezeten van Fernando. Enorm, is, ja. Dat paard is alles voor hem. Maar dat is nou eens een paard en een ruiter die voor mij verdienen om een keer een grote prijs te winnen. Ofzo. Dat zou ik zo mooi vinden voor dat paard. Dat is zo'n goeie, dat is niet normaal. Alleen net... Je zegt Hicks, dat is geen fokhengst. Is Fernando een fokhengst? Ik denk het niet. Oké. Okay. Niet echt, denk ik niet, nee. Ja. Nee, dat denk ik niet. Dat dacht ik in het begin... Met de veulen van Fernando een supermoeder. Een extreme goede merrie. Ja. En een beeldschone merrie. Fotomodel om te zien. Groot, goed springen, alles. Toch denk ik dat het in de fokkerij niet gaat... Dat is wel straf. Dat is 10 hengstenhouders op een rij. Aan wie dat gevraagd? Is u een hengst die in de sportloop een fokhengst? Gaan er geen 9? Gaan er geen 2? Of je gaat deze antwoorden? Nee, maar in principe, kijk... Wij hebben zeg maar dat we 30 veulentjes gehad hebben van Fernando. Dan had ik er nou al iets van moeten zien, snap je? Ja. En dan kunnen we wel blind zijn voor de weigeren. Dat komt nog. Natuurlijk kan dat nog een keer. Kijk, Hicksted loopt nou ook alweer. Misschien wordt hij wel kampioen. Dat is nog niet uitgesloten, hè? Want het is niet zo weinig, hè? Die man die erop zit. Ja. En dat praat ook niet, dus... Maar fokt Hicksted dan goed? Nee. Ik denk het niet. Daarvoor is dat niet... Tuurlijk niet. Representatief, ja. Nee. Je moet bijvoorbeeld Eldorado, zeg maar, 25 kinderen door 14 in 60 paarden. Dan ben je de fokhengst. Ja. Maar waaraan ligt dat dan? Hicksted, Big Star, verschillende hengsten die je zo... Big Star, weet je nog niks van? Een fokkerij? Ik denk dat Big Star in zijn totaliteit 100 paarden gedekt heeft. Waar ik er altijd 3-4 van gezien heb, die heel goed springen. En meer heb ik er ook nog niet gezien. Dus daar wil ik nog even mee wachten, met Big Star te veroordelen. Oh, mooi. Dan wacht ik met u mee. Ja, nee. Want er kunnen nog wel eens, dat kan nog wel eens anders worden. Okay. Kijk, dat was natuurlijk zo'n extreme freak. En eigenlijk ook heel mooi gefokt, de paard. Hè? En daarom? Dus er kan niet anders dan door een keer een goeie van komt. Maar dat gaat helemaal fout zijn waarschijnlijk, hè, want ik ben... En er kan ook een zoon van komen uit een goede moeder die goed fokt van Big Star. Ja, 100%. Ik vind persoonlijk Big Star... Ik vind persoonlijk de fokkerij van Big Star Junior, vind ik dan... Die lijkt mij beter te zijn dan de fokkerij van Big Star zelf. We moeten hier nu geen... Dat kan. Retten gaan ophangen, maar... Nee, kan niet, dat kan. Ik hoop het. Die komt dan ook uit een heel goede moeder, uit een heel goede lijn. Ik hoop het. Ja. Nee? Nee, ja. Daar kan ik niks van. Maar mijn idee is dan kijk, altijd... als ik... God, hoe weet je ook weer uit welke moeder komt. Ja, de Talubé, moeder Christa, ja. Toch? Als je toch Talubé ziet, ja, dan krijg je toch kippenvel van de paard. Ja. Het is toch niet normaal? Ik heb een paar jaar geleden zag ik hem nog langskomen aan de hand op Zangerzijde. Ja. Ah, dat is toch... Dat is een droom. Dat is toch niet normaal, de paard, dat je dat ziet. Van persoonlijkheid dat hij heeft en wat hij klaargemaakt, hè. Ik vind dat zo'n hengst veel te weinig dekt, denk ik, maar ik weet niet of dat die veel of weinig dekt. Maar... Ik ga nu zijn kans hebben, na zijn pensioen. Normaal wel, maar het gaat in het begin zeer weinig geweest zijn. Ja, want dan zeggen ze eigenlijk een hengstenuitdrukking, ja. Ja, wat meer? Wat is hengstenuitdrukking? Ja. Er is bijvoorbeeld vroeger had ik van Polydor, een van de beste hengsten ooit. Die zonen waren allemaal reinen om te zien. Hij komt uit een polydor. Ja, maar daar komt het van. Ja. Je krijgt ietsjes... Kijk, als je de lijn van Libero hebt, dat is al een halve eeuw of een eeuw lang kinderen... Of van nummer uno, sorry. Kinderen die hengstuitdrukking hebben. Weet wel. Ja. Zeggen ze dan, hengstuitdrukking. Kap, een beetje... Ja. Ja. Kijk, maar dat heeft Talubé, die hebben dat niet. Maar wat is daarvoor nodig? Het gaat toch over hoe dat ze over de hout springen? Ja.
Ja, ja, vooral, ik kan me voorstellen dat, dat ook een stuk van die hengstenuitdrukking, dat verhaal, misschien komt overgewaaid uit, uit Duitsland. Ja, dat zijn van de vroegere tijden. Ja. Is dat gewoon. Kijk, natuurlijk moet er een hengst correct zijn. En het moet een beetje fokkerijgevoel in zitten. Kijk, je moet, zelfs als je een koppel koeien net lopen, dan loopt er een stier bij. En je ziet niet waar de stier loopt. Ja, dan is het niet goed natuurlijk. Ja. Dat moet een ander soort zijn als een Ryan of een merrie. Maar je hebt genoeg hengsten die dat niet hebben, die ook goed fokken. Waarom niet? Zonder extreem hengstentype te zijn. Ja. Begrijp dat je het zegt. Ja. Ja. En je hebt genoeg hengsten die hengstentype hebben die niks waard zijn voor de fokkerij. Die zijn er meer dan omgekeerd. Ja, ja. Absoluut. Ja. Dus dan moeten we met die uitspraken moeten we altijd gruwelijk maar opletten. Als Kees van den Noetelaar op zoek gaat naar... ga je op zoek naar sportpaarden of naar hengsten? Dus als we spreken over de categorie min twee jaar. Mijn plan is nu, dat zou ik leuk vinden, dat ik nou alleen op zoek ben naar hengsten, zeg maar. Maar die moeten dan ook super kunnen springen. Het moet ook sportpaarden zijn. Ja. Zet je daar nog actief naar op zoek vandaag? Ja, heel actief. Oké, okay, dus in de comments mogen de mensen reageren met toekomstig. Ah, ja, ja. Kijk, ik heb ook, je kunt mijn boek openslaan, ik heb geen één hengst die uit een moeder komt er al meerdere hengsten van zijn. Ik wil iets exclusief hebben. En vooral de moeders, merries maken het verschil. Merries helpen een stamboek vooruit, of een fokkerij, of een... Zo interessant, want heel veel stamboeken worden gerund door hengstenhouders en niet door merriehouders. Ja. En merries, ik kom al heel mijn leven in Holstein, al van 1974 af, denk ik, toen ik een keer kwam. En ik heb altijd daar gezegd, ik kan heel goed mijn Holstein, want ik lig er bij wijze van spreken midden in bed, ik kom er elke week weer op het Holsteinverband. Ik heb altijd gezegd, de hengsten van buitenaf moeten jullie weglaten. Jullie moeten niks doen als ieder jaar 10 of 20 goede merries kopen uit andere stamboeken. Die zet je in je fokkerij. Luisteren ze naar jou? En dan gaan we vooruit. Nee, maar dat kunnen we nou zien waarom ze niet geluisterd hebben. Er is geflikkerd met te doen. Ja? Nee, het Holsteinse paard is nu op dit moment stutten op een laag pitje. Onterecht, hè? Is niet terecht, hè? Want Holsteins zijn geweldige paarden, hè? Alleen ze zijn in de merriemateriaal... Niet meer gevolgd. Zijn ze zo op een smal spoor komen te zitten... Dat gewoon eigenlijk gevaarlijk is. En is dat omwille van het verkopen van hun merriemateriaal? Of wat is daar de... Nee, je moet... Als je fokkerij doet, moet je proberen van moederskant je fokkerij te verbeteren. Snap je? En daar, dan krijg je vreemd bloed. Je krijgt met een hengst nog niet gauw vreemd bloed, hè? Nee, want het zijn al dezelfde namen dat terugkomen. Kijk maar in de boek. Al mijn hengsten hebben een moeder waar in principe maar één hengst van gekeurd is. Of het in Nederland niks van is. Ja. En daar is het interessante van bloedverspreiding. Ja. Dan zei Erik van der Vleuten ook aan de telefoon. Hij zei, Kees is echt is al jaren, decennia, op zoek naar de specialekes. Ja. En ik wil iets hebben wat niemand heeft. Niet voor mijn eigen, maar voor de fokkerij. Want het is, wij staan er niet bij stil, want je moet er gruwelijk mee opletten. Want over 5, 6 generaties ben er al. Hè? Snap je dat wel? Ja. Dan moet al een zoon van Emerald laten dekken weer met de moeder van, grootmoeder van Emerald. Ik weet het, denk ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar is mijn kennis van fokkerij dan net te beperkt. Is het dan het gevaar van Holstein, waar heel natuurlijk. Veel die lijnen door elkaar kwamen? Kijk maar in Holstein, de eerste, zeg maar dat er 80 hengsten komen, de L-lijn is al bijna uitgestorven. Dus dat volbloedmodel, waarom dat ze dat niet gedaan hebben, dat is... Wat zijn de paarden uit de L-lijn, zoals? Lady Killer. Dacht ik, ja. Okay. Dat is bijna uitgestorven daar. Dat is al een heel eind weg, ja. Omdat dat ook veel naar hier is gekomen, omdat bijvoorbeeld. Omdat dat paarden waren die
reflexen hadden en die je niet zo hoog boven die pakketten had kunnen laten springen, snap je dat? Dus die wouden ze daar niet en dus die zijn nu hier? Iets minder hengstuitdrukking. Nee, die zijn eigenlijk... Niet meer gebruikt gewoon? Nee. Terwijl het toch in mijn mening waardevol bloed is? Ja, natuurlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld een paard net Lord zet, als je die nou had als jong paard, ja, zo'n paard is eenmalig hoe dat is vrij, hoe dat is sprong. Die... Want hij hangt hier, hè, niet? Is dat ja, Lord, is... Lord Zet? Ja, dat is Lord Zet, toch? Ja, dat is ja. Lord Zet. Hm. Ja, waarom hangt hij hier? Omdat ik het een van de beste paarden vind die ik ooit gehad heb. Jij hebt hem gehad? Ja, natuurlijk. Heb ik zelf een Holstein gekocht. En is hij dan... Op welke leeftijd heb je hem gekocht? Die kocht ik... vroeger was de hengst Lord en Landgraaf... Dat waren staatshengsten, zeg maar. Hè. En de fokker die mocht wel dus met die hengst dekken. Maar die moest ondertekenen dat het verband altijd voorkeur had van het veulen. Ja. En dan ging zo'n hengst naar de keuring, zeg maar. En tot op de keuring hield het verband het eigendomsorkonde, zeg maar. Dus de hengst was eigenlijk gewoon van de staat, zeg maar. Dat kind dat naar de keuring kwam. Maar als hij niet gekeurd werd... Dan was hij weer van de fokker. Of als er iets aan mankeerde, ja. Dan was hij ook. Dan mocht hij de fokker verkopen. En als hij gekeurd werd, dan beurde de fokker. Ik dacht, moet er misschien een paar duizend om liegen, 28.000 mark. Maar Lord Zet was op de voorkeuring en die was geselecteerd voor de hoofdkeuring, maar die had maar één bal. Maar die sprong zo goed dat ze de paard toch meegenomen hebben voor de voorkeuring. En voor de hoofdkeuring. En toen had Gert Meijer tegen Piet Rijmakers gezegd, ik ken Heinz Stroeve en Heinz Stroeve heeft een zoon van Lord die goed springt. En Piet en ik waren eigenlijk ook op zoek naar een, ja, iets met een beetje vreemd bloed. En toen zijn we naartoe gereden, hebben we gekocht. Omdat hij die ene bal maar had. Maar toen heb ik hem thuis gekregen. En toen zegt Leo de Bakker, hij zei... De veerts. De veerts. Je moet hem zoveel laten dekken als kan. Hij zei, dan begint de fabriek van eigen te werken. En daar had hij gelijk in. Toen heb ik er een hoop merries mee gedekt. En... Ja, ik weet niet hoeveel Grand Prix paarden dat eruit zijn geboren uit die eerste jaargang. Het is Kuchen, Geul en dat spul allemaal. Ja. En dat zijn allemaal mooie verhalen. Maar toen was hij 3 jaar oud. Toen kon ik hem verkopen aan San Patriano. Aan die, hoe heet je ook weer? Aan de Slotak. Slotak, Franke, ja. Dat is toen niet gelukt. En toen hebben we hem verkocht aan Bavaria Sportpaarden. Was dat toen? Dat ken ik zelfs niet. Sponsor gewoon van... Een sponsor van... En die man had toen zijn eigen dood gereden. Zijn ex-vriendin of zo had hij naar de hand weer overgenomen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, nu ik hoop dat ik hier niet in de kerk aan het vlokken ben, ik heb geen goed gevoel bij Lord Zet als dekhengst. Daar heb ik iets gelijk in. In de moeder is het uiteindelijk wel waardevol gebleken. Je hebt er wel iets... Lord Zet het dus wel Lord Zet had... Maar als je hem zag springen, vergeet je de rest, snap je? Ja, ja, want als je die foto ziet hangen, dat is gewoon fenomenaal en zijn palmares is... Als je hem zag, hij had dus heel platte voeten, dat vererft hij ook. Heel week gekoot, dat vererft hij ook. Geen voorknieën, dat vererft hij ook. Dus je moet een merrie hebben die heel correct is. Ja, fundament. En het mooiste, het meeste en het beste past die met je met... Tuigpaarden, maar het is zo'n hackney, actie. Ja? Dus benen eraan en een powerman. Ja. En dan maakt hij toppaarden van, want hij stond nog steeds heel hoog in de index. Hè? Ja. Maar je moet hem juist gebruiken. Kijk, wij hebben hem toen ook verkocht, omdat ik door ook iets aan twijfelde, snap je? Iets aan het fundament van de veulens, platte voeten, voorzwaaien deed hij. Ja. Maar we hebben hem knetterduur verkocht, dus... Dus het is niet zo erg. En ik heb hem naar de rand ook weer teruggekocht, hè?
Ah, ja. Na de sport heb ik hem ook weer... Want we... En toen won Kuchengeul de grote prijs van Aken. En toen dekte hij weer 600 merries bij. Ja, zo is het natuurlijk wel. 600 merries. In één jaar, ja. Terwijl, hier in Nederland... Ziet je eigenlijk niet zo heel veel Lord Zet? Of ja, vroeger toen wel, hè, maar dat is ook maar ja, wel vroeger, is lang geleden. Hè. Dat Notus Guggengirl, Grote Prijs van Aken, want dat is toch nog geen 20 jaar geleden? Nee, hè? Nee, maar toch wel zo wat. Dat kan niet. Guggengirl, ja. Ik herinner me Guggengirl in Rio. En toen gaat dat Rio, Guggengirl? Nee, 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 niet op de Spelen, maar ah. de Globe Tour was 2009 of 2010. Zoek het op. Ja, ik ben er zeker van. Oké. Okay. Cambridge schoolmoeder. Wat zegt u? Cambridge schoolmoeder. Ja. Ja, klopt. We komen bij Lord Zet terecht. Omwille van het verhaal van de sport, maar eigenlijk wilde jij hinten op de succespaar, we hadden het over Hickstead. Maar toen ik binnenkwam hier voor het opstellen, ging het over de wereldruiter spelen. En ik vroeg, Kees, heb je iets meelopen? Dit jaar niet, zegt hem. Ik zeg, oh, dat is zonde. Ja, want ik heb ooit wel eens het ganse podium verkocht. Dat was Hickstead, Instyle en Cedric. Goud, zilver, brons. Ja, spelen. Ik heb wel eens ooit in Aken ook was toen ik dacht. WK in Aken, maar dat is al heel lang geleden. Liep er ook 15 of 16 mee die ik gehad heb. Wacht, hè, want nu moet ik wel even... WK in Aken, dat is 2006, hè? Kan zelfs zo niet zijn. Ja, 2006. Maar Instyle was de akkoord. Akkoord. Die kwam uit de zus van Lord Zet. Ja. Maar in stijl met wie? Wat, met, sorry, dat... Ian Miller. Ah ja. Die kwam uit de zus van Lord Zet. En die was in Hongkong? Nee. Ah nee, in welke op welke spelen dat weet was hij die? Weer, hè. Dat weet Frederik, hè. Ja, maar dan moet het ook opzoeken, op de spelen... Ja, maar... Hey, kampioen. Op de spelen, tweede met de ploeg, Canada, waar Hickstead ook in zat. Ja. En Cedric voor Amerika. Ja, zo. Ja, oké. Okay. Daar ben ik mee. Maar zijn dat dan paarden die je in de snelle handel had, of paarden die je wel jaren gehad hebt? Nou, Instyle, die kocht ik... Die kwam dus uit de zus van Lord Zet. Die kocht ik knetterduur. Ik heb misschien nog wel nooit zo'n duur veulentje gekocht. Maar die kreeg toen bij mijn Konar. Ik kreeg Droes en Konar. En nou zou ik er niks om geven, maar toen, ja. Konar. Ja. Je kunt er nergens maar een keuring of ja, voor de fokkerij niks aan. Maar nou zou het hem gewoon laten opereren en je rijdt maar door. Plus dat hij groot en slap was. Groot en slap. De herde van Lord ook, hè, van slappe paden. Hm. Maar toen heb ik hem verkocht hier voor weinig geld bij ons in de buurt. Maar hij sprong altijd heel goed. Maar ik kon hem gruwelijk horen. Ja. Dus, ongelooflijk. En dan naar de Atlantic van Wout-Jan van der Skans. Die de kwam volle broer, ja. Dus, nee, dat weet ik niet of de volle. Ik denk het wel. Die kocht, ik ook als veulentje. Ja. Maar waar ik daarnet eigenlijk misschien... Volle broer, ja. Volle broer. Eigenlijk, want ik denk niet dat we... Hebben we dat verhaal nu al afgemaakt, of niet? Het verhaal Verdi. Want dat boeit nog niet aan begonnen. Ah, nee. Ja. Nee, maar ik wou daar net iets over... niet over Verdi gehad. Nee, dat weet ik wel, maar ik wou er net even naartoe. Ja, ja, absoluut. Maar we zijn er zelfs nog niet aan toegeraakt. Maar wat is... want Verdi is Kidam Landgraaf. Waar komt Verdi dan vandaan? En wanneer is... Of zijt jij het leven van Verdi binnengekomen? Verdi was... de moeder van Verdi was een hele grote, lange Holsteinse merrie. Was een volle zus van Vanessa, die was toen kampioen in Holstein. Dat was een hele mooie merrie. En de moeder van Verdi, er zijn veel mensen die dat geen mooie merrie vonden, maar ik vond dat wel een hele mooie merrie. Dat was een type Hannoveraanse merrie, zeg maar. En Vanessa, die volle zus, was een echte Holsteinse merrie. En die merrie kocht Muster toen. Die is toen gedekt met Kidam der Vel. Hij was en is voor mij nog steeds een van de beste hengsten ooit. Absoluut. Als je nou kijkt op de wereldkampioenschappen, de invloed van Kidam der Vel, dat is niet normaal. Abnormaal. Er is ooit een grote prijs van Aken geweest waar de top 20 ja, 17 keer Kidam in. Ja, maar dat kan hier ook zomaar zijn. Dat was onze lievelingshengst van Henk Nijer van mij, maar
We hebben nog geprobeerd hem met z'n allen te kopen, maar ja, dat ging over zoveel geld. Toen over 3 miljoen gulden of iets. En nou, dus die merrie gedekt met gedamde vel. En Henk Nijhoff kwam er ook veel, ik kwam er ook veel. En toen hadden we dus aan Henk gezegd, wij willen dan de voorkeur met veulen. En ik kocht heel veel veulens bij Mustard. En ik kom op de Dam, ja, die merrie net een veulentje gekregen. En dat was verder, toen kocht ik hem meteen. Toen ben ik, vergeet nooit, ik ben van de plek afgereden, Henk gebeld, zeg. Ik heb de Kiedam gekocht, dat is goed, dan doe ik mee zitten. Dus. Want dat is nu, we gaan, sorry Louis, we gaan er weer weg van Verdi. We komen er straks op terug. Wat dat mij verbaast is, en Louis, jij hebt er daar straks over gehint toen we elkaar aan de lijn hadden. Je hebt met iedereen paarden samen. Nijhoff spreekt er nu uit, maar Van der Vleuten, noem ze op. Maar noem er eens nog veel meer op dan. Greven? Jan Greven heb ik een paard samen. Nee, en dan zoveel mensen zijn er. Ja, het feit dat jij als je niet kunt delen, kun je niet verbeteren. Dus dat is de tweede levensles die ik ooit van u eens heb gelezen. En dat vind ik een ongelooflijke uitspraak. Als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen. Gisteren luisterde ik naar een andere podcast en daarin werd gezegd, als je mijn kaars een andere kaars aansteekt, geeft die ene kaars daarom niet minder licht. Nee, daarom. Ik doe heel graag met andere mensen. Dat vind ik hartstikke leuk zelfs. Maar ik wil dan niet alleen zeggen, je hebt paarden met andere mensen samen, maar je bent ook als AIS'er, snijden we even een ander ding aan, te loopt. Je komt alle weken in Holstein. Ja. Op de BWP-keuring zeiden een van de meest graag geziene gasten. Bezanger zeiden, kun je goed over de vloer komen. Ja. Je kunt wel overal komen en je kunt wel met iedereen... Ja, dat herge, als je van de handel moet leven en je komt met een boer op de Dam gereden en je gaat hem eerst een huid vol schelden, kunnen ze koe niet meer kopen. Hè? Ja. Je moet het toch leren. Hè? Je moet toch proberen om te gaan met de mensen, ook al hebben ze, al denkt ze iets anders, snap je? Je moet het toch, ja. Is dat ook niet iets... Ik kon bijvoorbeeld met Leon Melger, kon ik ook super mee. Kon ik extra, dat was eigenlijk, ja... Dat ik zoveel mee zit de buurt, plus dat ik er door heel veel van kan leren. Kijk, maar... tegen mij zeggen mensen heel veel. Snap je? Door geheimen of er... Dat komt omdat ik het niet verder vertel. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Als ik tegen jou een geheim vertel en over een uur kom buiten en je zegt... Oh, dat heb ik net ook. Ja, dan denk ik bij mijn eigen tegen een dier. Moet ik niet te veel meer zeggen, natuurlijk. Ja. Dus bij ons in België niet echt iets courant, hè? Dat mensen op een hoog niveau paarden samen hebben. Nee, in België is in Holland is er veel meer, hè. Ja. Maar hoe komt dat? De aard van het dier. Zeg het maar. In Holland hebben wij daar, ja, bij ons op de keuring ook, daar hebben we, er zijn weinig mensen die paarden... Kijk, van de lage weg doet het liever niet. En nou ja, daar kan ik al... Ja, dat doe ik al heel mijn leven mee, zeg maar. Ja. En we zijn ook redelijk trouw op elkaar, vind ik. Dus. Dat is een wederzijds respect. Ja, tuurlijk. We moeten toch... Hè? Terug naar Verdi. Verdi wordt dan geboren, wordt dan gekocht, wordt dan afgeleverd. Was Verdi al als jong veulen al speciaal? Dat was een extreem mooi veulen, heel mooi veulen. Ja, echt een heel, heel mooi veulen. En ja, die is toen als veulentje naar Nijhoff gegaan. Dat is 3 jaar naar de keuring. Ik wou juist zeggen, eigenlijk heeft Verdi een redelijk vlekkeloos leven of parcours afgelegd, of vergis ik mij? Top leven gehad. Dat bedoel ik. En maar die heeft nooit... En eigenlijk is dat een klein beetje onbewust gegaan met Verdi. Klein beetje. Die heeft dus er nooit geen druk op gezeten, nooit. Niks. Verkopen wou hem toch niet. Hij heeft eerst die verrichting gedaan. Hij kreeg heel lage punten in het verrichtingsonderzoek. Wij trokken ons eigenlijk er niks van aan. Wij hebben er, hij ook al veel merries gedekt. En toen is Michael heel jong manneke erop gaan zitten. Eigenlijk nou achteraf heel gevaarlijk geweest. Op zijn jonge hengst van 4 jaar, zo'n klein manneke. Ja.
Maar het is eigenlijk altijd, Michael is, of Ferdi altijd Michael gedacht en Michael en Ferdi. Ze zijn samen mooi dat eigen ontwikkeld. Erik heeft er ook nog even een jaar mee gereden tussendoor. Gewoon ook maar om een iets meer basis te leren. Ja, beiden. Ja. Ja. En het is gewoon verder getutterd. Wat is uw... We hebben er al van gehouden, doen we nou nog. En, ja. Ja. En Mark Schulz heeft er weinig aan verdiend. De andere Beert. Ja. Ja, gezonde hengst? Ja, kan niet gezonder. Als je op die leeftijd nog dat niveau loopt, net als Cazal en Verdi, ja, dan ben ik er gezond. Hè. Dus in 2018 of 2019? 2019 denk ik, eerste jaar playoffs in Praag van de Global Tour. Madrid in Motion wint daar de Supercup van de Global Champions League. En ik denk dat Verdi daar alle rondes springt en ik denk ook alle rondes nul. Toen wist ik, ga ik durven te wedden dat hij alle rondes nul liep. Van tevoren. En hij was zo gemotiveerd daar. Dat was niet normaal. En dus, daar wordt een motgeld uitgegeven aan de winnaar. Het gaat over miljoenen dat daar te winnen zijn. Met Julian Motion Pinta. Ik kom bij Erik van der Vleuten. En Verdi stapt weg met de groom aan de hand. En die mens die staat daar met de tranen in zijn ogen. Ja, ja. En die zegt... En dus ik denk, oh, amai, geëmotioneerd, hè, gewonnen. En die zegt tegen mij, nee, niet gewonnen. Nu moet je eens goed kijken hoe dat paard hier wegstapt. En die heeft hier 3 dagen lang de ziel uit zijn lijf gesprongen. Die is 16, 17 gaat hem toen geweest zijn. Ja. En die stapt hier weg als zo rat en zo zuiver als... Zo'n paard, zegt hem. Dat is... Nee, niet dat tegen. Is niet normaal. Hij was in Valkenswaard, op de Valori. Toen had hij zijn eigen geraakt op zijn hoefbal. Ja. En er hong gewoon zo'n lap... Onder ons, van die hoefbal af. Ja, vlees. En 's middags was de Global Tour, dat was 's morgens. Goh, wat moeten we er aan doen? Nou, Maarten, dierenartsen naartoe. Het enige wat ik kan doen, zei Maarten, is het eraf snijden. Want het is niet te hechten, want ik ga toch weer open. Nou, en hij sneed het eraf en 's middags werd hij tweede in de Global Tour. Niet kreupel geweest, hè? Niet één passen. Bikkelhard. Ja, mentaliteit. En bij Verdi zijn specialiteit was van Verdi is dat hij zijn eigen kon spannen in ontspanning. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk, daar komt bijvoorbeeld Vleut. Bij Vleut was dat moeilijker. Een paard draait om een hindernis heen en daar stond een dikke oksel. Dus hij moet heel rustig blijven. En dan moet hij zijn eigen weer spannen. Toch kracht kunnen maken, ja. En dat is een van de moeilijkste dingen waar een springpaard moet hebben. Dus rustig blijven en dan weer pit en dan weer... Ja. De meesten die draaien door of ze zijn te koud, hè? Kijk, maar hij had dat heel makkelijk. En dat is interessant, want voor de opdruk... Je gaat natuurlijk zeggen dat het niet zo is, maar voor de opdruk zou je kunnen zeggen... Tja, Verdi lijkt me nog niet over te lopen van het bloed. Heel veel bloed, hè? Ja. Heel veel bloed en dan waar iedereen dacht dat hij op de kop liep, weet je, zo daar... Maar als je erop zat, ik heb het nooit ook gezegd, zei Michael en Erik, je krijgt altijd dat gevoel, altijd. Naar die hindernis kijken en gaan zitten. En een super lichaam. Hè? Er is een groot verschil, om nu terug te komen op de hals waar we in het begin van de podcast over bezig waren, is een groot verschil tussen op de kop lopen of naar beneden lopen, maar op je achterbeen gedragen worden. Verdi, een topmodel dat ik graag zie. Ja, ja. Extreem model. Ik moet zeggen, ik was in Brabant bij zijn afscheid, was ik. En dan zag ik hem ook komen aan de piste. Ja, dat paard helemaal del, hè? Ja, ja, ja. Dat paard, dat is een fotomodel, ja. Topatleet. Ja. Maar nou, ik ben er een maand geleden, ben ik dan ook een bezoeker. Dan ben ik er. Dat is nog steeds. Dat is net die kunnen je nu opzadelen en je rijdt de ring binnen. Ja. Dat hebben die hengsten wel, hè? Toulon bijvoorbeeld. Ja, ja. Nu is hem echt... Hij is ook van 96, 26 jaar. Ja. Ik zal zeggen tot... 3-4 jaar geleden, 100% zeker, legt daar een zadel op. Op concours. Toulon was een prachtige hengst. Hè? Oh. En daarom, kijk, je kunt het toch zien, loopt er 4 of 5 mee. Maar ik wil maar zeggen, die paarden hebben dat. Ja. Die zijn zo hard, die hebben dat over hun... Ja, kunnen het eigenlijk niet uitleggen. Die geven nooit op, hè. Nee. En die hebben zoveel persoonlijkheid, die paarden. Die zijn zo intelligent. Ja, ja, ja. Iets bovengemiddeld, gewoon.
Dat Toulon-verhaal gaan we weer even afsluiten. Nee, absoluut, absoluut. Ja, we gaan Luc Tielemans niet rijk maken. Nee, die is rijk genoeg, je moet ons niet aantrekken. Straks niet, maar wel een bericht. Ja. Of Delphine. Wat was Ferdi zijn tekortkoming? Niks. Oké. Okay. Ja. Ik zou niet weten wat. Nee, ik wil dat graag. Ik zou niet... Nee. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hij ooit iets verkeerd gedaan heeft. Nee. Wat hij... Ja, hij werd te enthousiast in een prijsuitreiking. Ja, dat is. Ja. Als je dan kunt ontdekken, heb je wel een goed paard eigenlijk. Ja, dan werd hij... Van zodra dat hij door de finish ging, dan werd hij enthousiast. Ja. En je moest niet... Je moet hem niet proberen anders te laten springen als hij sprong. Hem ook nooit gedaan, maar dat zou je ook niet moeten doen, want dan beledig je hem tot in zijn hart. We hebben met Niels eigenlijk een hele sterke sportpodcast gemaakt. Die is eigenlijk veel meer fokkerij gericht. Geef ons eens fokkerijadvies voor Ferdi. Waar moeten we wel attent op zijn? Bloed. Ferdi moet bloed hebben. Ja. Haarbreker, Mary. Je hebt met haarbreker, dat past eigenlijk in de moederlijn altijd. Hè? Ja. Kijk, maar je moet. Ferdi moet een beetje bloed hebben. En. Ja, fok die groot of klein, je hebt. Kidam strooit altijd een beetje. Je kan niet iets maken van tevoren, zeg maar. Je weet niet goed wat je gaat krijgen qua type, qua. Ja, ik ken ze bijna allemaal, de Ferdi's. Als ik ze zie, dan ken ik ze wel. Maar je hebt zeg maar een grote en een volle zus is weer kleiner, zeg maar, of ja, een beetje. Maar is te erg, ik vind het helemaal niet erg. Ja. Strooien, dat is een mooi woord. Een beetje strooien, dat doet Kidam ook. Hè. Ja. En hij mag rust wat bloed hebben. Ja. Een beetje een hete merrie, denk ik persoonlijk. Als ik aan Kees van den Noedelaar denk, dan denk ik aan Concorde. Dan denk ik aan, aan Ferdi. Maar dan denk ik ook aan de ganse Jikke-familie. Ja. Die ook weer de verwevenheid met Van der Vleuten. Ja, zeker. Ja. Hoe is dat verhaal tot stand gekomen? Jikke dan, hè? Ja, Jikke die is, had ik samen met de Fokker, de familie Walters. Vind ik persoonlijk eigenlijk zowel de beste Fokkers die ik ken. Ze hebben... 7, 8 tot 10 fokmerries. En ze fokken eigenlijk elk jaar zonder embryo's of ICSI, want daar willen ze helemaal niet aan denken. Fokken ze zeg maar 1 of 2 Grand Prix paarden. En dan ben je een topfokker. Ja. Allemaal mooi, met echte paarden, mensen. En daar kocht ik Jikke van toen voor de helft. En ik heb ze half van Erik verkocht. Jikke zelf vind ik persoonlijk niet een hele goede fokmerrie. Vind ik, of niet goed genoeg. Ook moeilijk aan te paren, zeg maar. Moeilijk. Maar we hebben er een paar dochters van. Haar dochter Nisse, die fokte wel goed, vond ik. En Wikke, dat is extreem, hè. Want Wikke is de moeder van... Elwikke. Ja. Ah, dat is abnormale merrie. Voor de goede orde, Elwikke is een Eldorado... Quickstar, Cantus, Concorde, Pantheon. Ja. En Jikke was een Concorde? Concorde, Pantheon. Ja. Jikke was een fenomeen van een paard. Hè? Als springpaard? Ja, abnormaal. En ze fokte goed, maar ik had er iets meer van. Ze was niet heel vruchtbaar. Want we hebben natuurlijk, kijk, zo'n wondermerrie had en probeerde. En Baloubet, en Fop Pleasure, en Cardento. We hebben alles geprobeerd, maar het wil nooit lukken. Nee. Dus... Want Jikke is de grootmoeder van Olympke, van het Medelsnest, die nu Dat is... Kendra Clarissa Brinkop... Bij Steffen Bloed. Dat is een nabab. Ja. Ja, nou, die komt uit Wikken ook. Hè. Dat is een halfzuster van Elwikken. Ah, oké. Okay. Ja, Olympke van het Medelsnest. En wie heeft de Wikken vandaag? Figo Quickstar. Ja. Wikken... Heb jij vandaag nog, of wie heeft de merrie? Nee, Wikken is dood. Ah, oké, okay, sorry. Ik heb nou een... er loopt een veulentje bij van... Cero Blue. Van die hengst van mij. En daar is een Lam de Vetan uit Wikken. En die komt nou om in te rijden. Ik heb er nou een dochter meer van. Cabrio van de Heffing, denk ik.
Tweejarige. Van Wikke. Hengsten, sportpaarden. En ik heb nou één dochter van Jikke, die fokt ook goed, denk ik. Dat is een Caratino Gold. Prachtige merrie. Is er al iets uit Elbeke? Nee, Elbeke nee. Niet. Nee. Wat merrie? Ja, dat is niet normaal. Hè. Maar die moeder, dat was maar een kleintje, Wikke, maar dat was niet normaal. Dat is die tipte van de pakket. We spreken hier echt nu, je hebt daar straks gezegd, en merries zijn belangrijk. En nu komen we terug hier bij die merries, de Jikke-familie. Wat is voor u een goede fokmerrie? Hoe herkende een goede fokmerrie? Ja, achteraf natuurlijk, maar waar hecht jij belang aan? Snelheid. Ik vind een fokmerrie mag de meeste goede fokmerries zijn allemaal hete merries. Denk dat de beste paarden uitgekomen zijn. Fokmerrie hoeft voor mij ook niet per se heel groot te zijn. En dat kunnen we rust van de vader een beetje gaan zoeken. Formaat, zeg maar. Vooral heet. Ik hou van... Het is interessant. Dat is dezelfde redenering die Luc Henry maakt. Luc Henry, Stud Hero destijds, zegt ook... Ja, liever net iets te weinig aan vermogen, maar hard kwaliteit. Als je nou... En dat kijkt er vooral op die keuringen. Ook natuurlijk moeten die mensen allemaal reclame maken voor die merries. Maar het hele boek is dan vol met Grand Prix paarden. Maar als je naar de resultaten kijkt, valt al tegen. Ze hebben wel in 50 en 60 gelopen. Wat heb ik eraan als je er 3 af hebt of 2 af of nooit niks gewonnen hebt? Kijk, die merrie die landelijk 1,30 elke week wint met een amateur, dat kan een waardevolle fokmerrie zijn. En dat is iets waar we nou aan het vergeten zijn. Snap je dat? Ik steun het boek, ja, 1,30. Ja, we hebben gewoon 1,30. Ja, maar dat is onzin, want die 1,30-merrie kan een topmerrie zijn. Kijk, datzelfde als met Wikke, was ook geen 1,60-merrie. Dat was een 1,50, 1,45-merrie. Maar die kan makkelijk 1,60 paarden maken. Ik wil er een stukje in meegaan, zodat ik onderbreek. Maar vandaag de dag, met de kans die er zijn en de entourage, is dat zo? Ik test even. Is 1,30 het set in Nederland nog relevant om daarover te spreken als fokmerrie? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat relevant. Kijk, daar is nou juist ook het mooie, dat dus die fokker zijn eigen merrie kan laten sporten. Want hoe moeten een fokker nou een paard naar een internationale ruiter brengen? Het is te veel te duur, het is niet te betalen. Kijk maar, uit die merrie die 1,30 loopt, kan met Eldorado of met een hengst die vermogen vererft. En dan toch, kijk, vermogen is niet een hindernis van 3 meter springen. Hè? Vermogen zit ook in de kop en in de wilskrachten. Kijk, en daar krijg je het door. Dus een kleine hete merrie, vind ik persoonlijk. Ja. Okay, daar zijn ooit al die stammen, ik spreek nu over het Waasland, ooit op gebouwd, hè? Op 1,30 merries. Op het set in de NRV. Ja, op het set, daar is alles wat we nu vandaag in de derde, vierde moeder zien van Grand Prix paarden, komen allemaal uit dat soort merries. Hè? Ja. Zo is het gewoon. Hè? Ik hou van een fokmerrie met kwaliteit. Je moet niet tegen de deur lopen dat je ze uit de stal pakt of... Nee. Het wel zo, dan moet je een beetje gif inzetten. Ja. Ik sluit me daar volledig bij aan eigenlijk. Kijk, en er zijn ook bijna geen... Kijk, over een enkele generatie, dan zijn we de volbloed ook kwijt. Hè? Waar ligt volgens u, Kees, waar ligt volgens u de sleutel in het... naar succesvol fokken, het punt waar we nu zijn... Gewoon volgens jouw mening, waar ligt de sleutel in het omkeren? Want volgens jou zijn we eigenlijk vandaag verkeerd bezig in fokkerij. Ik mag dat niet zeggen, omdat... Maar je hebt uw mening, je mocht uw mening wel uiten. Omdat onze jeugd dat zo wil, maar ik zie het helemaal niet zitten. Ik denk dat we dadelijk allemaal hetzelfde paard krijgen. En hoe ziet dat paard eruit volgens jou? Dat zal wel fijn te rijden en mooi zijn, maar dat is gewoon te bestellen. En je hebt hem... Er is niks meer uit te vogelen. Advocaat van de duivel, als het allemaal zo is, dan is de invloed van de ruiter nog groter. Of juist niet.
Ah ja, om van, nee, de, dat... van de middenmaat iets boven, boven gemiddeld nee, te maken. Maar als je het toekomstpaard voor de gemiddelde, voor de grote deels van de ruiters, mm-hmm. moet comfortabel en fijn en... Ja. Hè, dat moet ook te beledigen zijn, snap je? Want ik keer tegen... Kijk, maar je kunt een kwaliteit paard kun je niet te vaak beledigen, hè? Ja. Want dan zit hij, doe het zelf eens, vriend. Ja. Hè? Mm. Kijk, maar door die amateurs die we krijgen, moeten we steeds paarden krijgen die te beledigen zijn, die braaf zijn en comfortabel zijn en fijn te rijden zijn. En, maar we mogen geen paarden meer hebben die een eigen mening hebben. Hè? Wij zijn al mooier als een paard een eigen mening heeft. Het mooiste wat er is. Als je ermee omkomt, wel, ja. Obelie kregen wij thuis en als wij gingen oefenen, moesten we linksaf naar de manege toe. Ja? Maar die wou niet linksaf. Nooit. Wou we niet. Nou, ik zeg, dan rij maar rechtsom. En dan rijd ik gewoon rechtsom. Dat is een kilometer langer. Maar na 6, 7 keer zit hij, ja, maar ik ga gewoon linksaf. Dat is veel makkelijker. Weet hij dan zelf... Snap je? Het is mooi een eigen, als een paard een eigen mening heeft. En moet dat paard dan in één keer naar jouw mening laten krijgen? Dat moet het nooit doen, vind ik. Dat moet spelenderwijs. Wil je niet links, kom toch rechts? Ik wil van eigen links, kom er niet over in te zitten. Maar als een paard iets niet wil, krijgt een mens dat niet voor elkaar. Weet ik zeker van niet, want een paard is 10 keer sterker. Moet het met verstand... doen, niet? Maar die mentaliteit is gewoon aan het verdwijnen, hè? Nee, dat is, hè? Kijk, als mijn vader vroeger een hengst kocht op de markt, hebben we wel eens ooit gezien dat er op 50 meter geen mensen bij de paard durfden gaan te staan. Zo'n jonge hengst. En een week daarna stond hij langs de merrie in de ploeg. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hè? Moet je nou eens proberen, je zit hier... En het paard loopt 5 meter verder aan een koortje. Ja. Probeer het maar een keer. Zet de spant maar eens een keer in en in de kerken. Eens kijken waar je blijft. Hè? Maar dat is moeilijk, hè? We hebben nu al hengsten en sportpaarden zo gehad. Vrouwen hebben we nog niet gehad. Nee. Ja. Daar gaan we het niet over hebben, of wat? Nee, dus aan u de eer. Ja, zelf weten. We zijn beide jong en verliefd, maar als we iets kunnen bijleren, dan zijn we wel... Spits dat is door straks, als die dingen afstaan en zo. Maar dat doen we als die dingen afstaan. Ja. Ik ben wel nog geïnteresseerd, ik ben wel nog curieus naar uw ervaring. Want jij bent nog een handelaar. Je hebt heel veel verschillende soorten handelaren, maar jij bent eigenlijk ontstaan vanuit handel, markthandel. Jij hebt je ontwikkeld, als we spreken over die referenties, naar hele goede paarden verhandeld te hebben. Ja. Eerst even over die markten. Wat heeft de markthandel u bijgebracht? Wat heb je daar geleerd? Ja, ik heb op de markt... toppaarden gekocht en super springpaarden. Hoeveel internationale springpaarden zijn er niet op een markt verkocht? Is dat zo, ja? Ja, zeker. Honderden, duizenden. Op een markt. Ja. Ik kocht in Denemarken een paard voor in gulden 600 gulden, denk ik zoiets. Nou, die krijg hem thuis verkopen naar Engeland, die wordt verkocht naar Ierland, komt een Iers papier bij een pet en wereldbeek, of ja, al grote prijzen, alles gelopen. En ik heb er zoveel gehad die op de markt verkocht zijn en grote prijzen hebben gelopen. Och, god, hè. Dat was gewoon, ja, een paard gekocht bij een boer, een paard, en je ging hem naar de markt. En het mooie van vroeger de handel was... Een hand geven en klaar. Ja, klaar. En je bracht het paard niet meer terug. Ja. Dat is er iets om een keer. Dan moet een keer beter opletten. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat de huidige manier van handelen u niet aanstaat. Dat is niet om te doen. En je kunt aan de particulier geen paard verkopen. Dat gaat niet. Ik wil dat niet. Ik moet dat niet hebben, dat gezeur. Dus dan doe je dat ook niet meer? Ik doe dat niet, nee. Liefst niet. Natuurlijk gebeurt het een paar keer per jaar, maar het is eigenlijk... Je verkoopt een paard
aan de particulier en dat geen paardenmens is. En er gebeurt, het is altijd jouw schuld. Hmm. Wat er gebeurt, als hij stopt is jouw schuld, als hij kreupel wordt is jouw schuld, als hij bijt, als hij coliek krijgt of noem het maar op. Ja. Maar als je aan een handel verkoopt, is dat eigenlijk, ja. Hmm. Ik koop bijvoorbeeld een paard en een sky en een heup of noem maar op, dan kan ik dat wel leren, maar ik denk de volgende keer moet ik even kijken, hè. Hmm. Niet? Tuurlijk. Wat me dan opvalt, dus, en je hebt, want daarnet, voordat we met deze podcast begonnen, dan zeiden ja, ik verkocht bij momenten 1500, 2000 paarden per jaar. Ja, dat heb ik toch wel zowat 30 jaar gedaan. Ja, 1500 à 2000 paarden. Ja, minimaal 2000 per jaar. Dat heb ik wel... 30 jaar gedaan. Dat heb ik wel 30 jaar gedaan. Het minimum in uw leven, 60.000 paarden verkocht. Kan, zal. Ik heb het nooit geteld. Ja. Nee, maar dat heb ik ook. Dan zou ik ook stoppen met tellen. Maar dan spreken we wel over alles. Alle soorten. Kun je maar zeggen, dan heb je 5 jaar geleden ook nog de 90 centimeter en de B- en de L-paarden. Ja, ja, ja. En slachtpaarden, ponies, noem het graag. En wat vind je daar dan? Wat triggert, dat vraag ik me eigenlijk dan af. Je bent zo'n paardenman. Je kunt volgens mij een paard zeer goed doorzien. Die grote groepen paarden... Kom je ook die goeie tegen? Die goeie gekocht. Maar is dat dan de achterliggende gedachte? Of waar haal je dan plezier uit om ook slachtpaarden te handelen? Dat was... Kijk, vroeger kocht je... Je ging naar boer 1 en je kocht wat je te koop had. Of dat nou een slachtpaard, een haflinger of een... Maakt niet uit. En naar de tweede. Kijk, je kocht de paarden. Kijk, en als je op een marktpaard toen 200 gulden kon verdienen, was ik ook goed. Tuurlijk. Betaalde weer een diesel of noem het maar op. Mm. Maar hoe heb jij ooit, want dat is dan de andere zijde, we praten nu al over het fokken en de toevoer en waar je ze gaat kopen, maar hoe heb jij ooit je afzetkanalen gevonden? Of? Op de markt eigenlijk, hè? In het begin. Maar internationaal, want je kunt die daarnet heeft Kees ons een verhaal verteld, wat ik ongelooflijk vind, dat je in één keer 865 paarden bij Schokkemullen kocht, in één lot. Je moet die export, hoe heb jij die exportmarkten? Dat is een werk van jaren. Dat is het wel. Kijk, maar door Concorde doe je ook alweer veel. Ja. He, dan heb je geen. Dan zeg je zo: heb je een visitekaart? Nee, dat heb ik niet. Ik heb Concorde. Of Ferry. Dan zeg ik: oh, dat is de man van Concorde. Ik wil ook een Concorde. Kijk, en zodoende. Dat is mooi. Ja. Heb je een visitekaartje? Nee, ik heb Concorde. Ja, of niet? Ja. Dat is misschien wel een titel, het visitekaartje van Kees. Kijk, maar ik was er zo in geïnteresseerd, als ik een paard aankwam horen, dat ik wist, ik kende Concorde al in zijn voetstappen. Hè? Dat ik zo goed kende dat ik hem. Ja. Dus, We hebben het dan over die aantallen paarden, over de handel. Ik weet het niet, dus het is een open vraag. Heeft Kees van Doetelaar ook de grote handel gedaan? Doet Kees van Doetelaar de grote handel? Want je hebt geen Facebook, denk ik. Geen Instagram. Nee. Uw website hebben ze aangewerkt. Facebook maar... heb jij wel, nee? Ja, ik wel, ja. Ja? Hey, actief een deler, hè? Ja. Ah, ja, dat is waar, klopt. Ja, ja. Je zegt dat hem op de podcast ook dikwijls gaat tegen. Ja, sorry. Maar ik wil maar zeggen, de handel en wandel van Kees van Doetelaar kunnen nergens volgen, vinden. Dat vind ik het mooiste wat er is. Daar geniet ik ook wat van, denk ik, ja. Niet? Ik ga het liefst op concours, dat niemand weet dat mijn paarden zijn, dat ik alleen dat zelf weet. Ik vind het mooiste wat er is. Hey, want anderen pronken mij nieuwsberichten en Facebookberichten van dit heb ik verkocht en dat is daarheen gegaan en weer. En... Nee. Daar ben ik helemaal geen mens voor. Kijk, wij moeten natuurlijk onze hengsten moeten gaan wat promoten. Dat is makkelijk zat. En de jeugd moet ook doen. Maar ik ben er zelf helemaal niet... Nee. Nu even iets anders. Ja. Ik heb mijn autootje met pijn in mijn hart 3 weken geleden verkocht. En daar had ik 1.125.000 kilometer mee gereden. Dan wil je nu toch niet mede dan nu? Ja. Dus Kees, we gaan weer even... Wij komen hier... Louis vertrekt in Bekkenvoort tussen de peren en de appelen. Ik vertrek in Antwerpen. We komen hier naartoe gereden. We bellen elkaar en we zeggen... Met wat voor een auto zou Kees van den Hoetelaar rijden? En Louis zegt, ja, ik denk relatief recent, een moderne auto. Ik denk dat niet. Ik zeg,
toch een oude Mercedes van een jaar of 10, 15 zo? Mijn auto, die ik is 3 weken geleden weggegaan, heb ik zelf 1.100.000 kilometer mee gereden. Malé. En die liep nog top. En wat was dat? Een Mercedes. Zie je wel? En ik heb hem weggedaan omdat het fijner is met mijn zoontje en zo. Ja. En dan kijk ik, nou, dat is Jiepke. Ik heb nou weer mijn heel gewoon autootje, vind ik. Maar ik vind het, ik moet niet opvallen. Ik had dat niet met een Porsche, met een boerenpaard kopen. Pardon. Ja, ik. Nee, nee, nee. Ik doe het liefst. Doe maar gewoon. Ja. Ja. En ik koop sowieso liever voor de geld een mooi paard als die een auto. Typeert dat een mens, Kees? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, ik heb een hekel aan dat gepoch. Dat moet er niet... Je hebt ook geen Rolex of Longines aan je pols hangen? Deze kost 70 euro, denk ik. Ja. Dat is zat. Ik kan toch zien hoe laat het is? Ja, maar... En we zijn door de stallen gelopen. Wat heb je dat gezegd? Je mag denken wat je wilt, maar ze staan hier graag. Ja, en daar ga ik het over. He? Hier krijgen ze geen maagzweren. Nee, maar je moet toch op plezier hebben. Dat is het gevoel is het belangrijkste. He? Je kunt er veel beter op een pak strooi liggen te slapen dat je het lekker naar je zin hebt. Dat is in een duur hotel dat de room niet open kan. Daar word ik gek van. We maken deze podcast met het idee om verhalen te delen en mensen wat inzicht te geven. En wordt per definitie geluisterd door heel veel jonge mensen. Wat zou jij vandaag tegen de 15, 16, 18-jarige Kees van den Noedelaar als advies geven? Ja, het belangrijkste is natuurlijk gewoon blijven. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Maar dat zult u wel moeten, want het is met het paard al heel moeilijk. En ik zou zo breed mogelijk handel doen als ik jong was. Proberen. Dat je dus op de hoogte blijft van alle soorten paarden. Waar je nooit vastzet op één ding. Zou ik nooit doen als ik jong was. Ja. Proberen overal wat wijzer van te worden. Zelfs van de pony of van de veulen. Of van, maakt niet uit. En altijd fokkerij blijven volgen. Heel belangrijk. Weten wat er te koop is, wat er op de markt loopt. Maar ik vind het wel... Ik volg de sport wel een beetje... ik vind voor fokkers bijvoorbeeld... Want we zeggen nu van altijd fokkerij blijven volgen. Het is voor fokkers wel heel moeilijk, vind ik, om sport in te schatten. Heel moeilijk. Jazeker. Dat is misschien ook de grootste moeite van de fokkerij. Dat is een goede opmerking. Hoe moeilijk het is voor een fokker om te begrijpen wat waar misgaat of goed gaat. Ja, ja. Of hoe een ruiter, mijn paard, hengst of maakt zelfs niet uit, een parcours navigeert, aflegt, welke keuzes hij maakt. Ja. En wat een fokker daaruit kan leren in functie van fokkerij. Ja, kijk, en de fokker moet ook eigenlijk het geluk hebben dat hij een ruiter treft die dan een klein beetje met hem samen wil doen, hè. Met zijn producten rijden. En kijk, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de Billy Stud William Funnel. Die doet dat samen met Donald, ik weet de naam. Ja. En hij fokt die paarden, die man. En als ze 3 jaar zijn, gaan ze naar William toe. Zijn ze heel apart, houden ze door. Zijn ze het net niet goed genoeg, dan doet hij ze veilen. En dat werkt eigenlijk heel mooi. Ja. Maar je moet dan net de juiste mensen treffen die ook bij jou past. Hè? Wat is de grootste fout die je gemaakt hebt in je carrière? Ja, die zijn er heel veel natuurlijk. Is het geen iemand die snel spijt, echt spijt heeft? Nee, dat denk ik niet. Hè? Nee. Een van de grootste fouten is met Concorde geweest, denk ik. Ook waar ik zelf mijn lijden aan snap. Ja, ja. Dat is wel een grote fout geweest, denk ik. Hm. En ik kan wel spijt hebben dat ik 4 vrouwen gehad heb en 7 kinderen heb. Maar ik er niet gehad, had ik mijn kinderen niet gehad. Hè. Hm. Ja. Ja. En ik heb wel een rijk gevuld en boeiend leven. Ja, dat wel. Hm. Wie koopt er nou 40 afgerichte politiehonden in Briansk? Anderhalve dag reizen in de trein van Moskou af.
Kees van de Noedelaar? Ja. Hoezo? Ja, ik kocht alles. Wie koopt? Ik heb wijn gehad, volle vrachtwagens wijn uit Zuid-Afrika. Varkens, koeien, kippen. In Oost-Duitsland 15 tot 2000 koeien gekocht, 800-900 paarden. Toen de muur open ging, een dag erop was ik er al. Omdat ik dat mooi vind. Ja. Heb jij angst? Nee, alleen van Chinatown, daar heb ik het niet op. Chinatown? Ja, daar ga ik nooit meer naartoe. Want? Nee, ik heb het gevoel dat daar ook nog een... Ja, daar heb ik ook iets meegemaakt. Daar moet ik eigenlijk niet... Niet aan op vertellen? Ja, maar daar zijn ze nog niet zo weinig. Daar moet eigenlijk wegblijven. En dat is Chinatown in? In Londen. Ah ja. Ja, daar moet er niet naartoe gaan. Oké. En de rest, ja. Ze eten er nog niet zo vlug op, hè. Nee. Maar je moet natuurlijk tegenwoordig wel overal opletten. Ja, maar ik wil maar zeggen, als je de camion vol wijn wilt kopen of vete politiehonden, dan heb je dus geen bang dat dat ook wel eens gruwelijk mis kan gaan. Nee, van die dingen heb ik helemaal van verlies heb ik niet bang. Nee, op. Nee, dat maakt niks uit. Maar Kees, even, gaat dat vandaag nog? Ik denk van niet. Nee. Want als jij dat vertelt, dan denk ik, ja, ik spring morgen de trein op en ga naar Rusland voor politie om te komen. Nee, maar toen ik jong was en gebouwd naar België, moest je paspoort laten zien. Hè. Dat weten jullie niet meer. Hè. Nee. Toen moest je stoppen aan de grens, paspoort. Hè. Kunnen wij je niet voorstellen. Hè. Ja, als je dan inderdaad in Rusland wat gaat kopen en er wel wat avonturen. Hoeveel paarden dat er niet gesmokkeld zijn van België naar Nederland, van Nederland naar België. Dat is ontelbaar. En wij wisten toch, ik wist toch overal de weg. Ja. Kijk maar weg. Ja. Wat is er nou nog van nieuws? Als er een overstroming is in Taiwan, weten we het over een half uur hier in Nederland. Ja. Begrijp je. Wat is daarvoor nodig? Ja. Waarom moet je alles weten? Hoeft dat niet. Ja. Niet? Klopt. Dan is er toch niks meer om benieuwd naar te zijn? Of... We hebben het nou om naar een keuring te gaan. In Frankrijk heb je toch alles op Clip Majors kunt zien. Bewijzen van spreken. Ja. Maar ja, dat is wel een goede zaak dat je het kunt. Ja, tuurlijk. Ja. Wij doen dat nog graag. Wij zijn ook benieuwd of er een veulentje geboren is. We gaan kijken en... meegenieten samen met zo'n fokker. Maar wie doet dat nou nog? Dat is allemaal die mooie dingen, dat is allemaal weg. En dat is zonde, hè? Ja. Maar ik zeg niet... Of de mensen beleven ze op een andere manier. Tuurlijk. Ja. Ik zeg niet dat wij het veel beter doen als de mensen die voor ons liggen. Daar wil ik het maar niet zeggen. Want vroeger, toen ik klein was... Zeiden de mensen hetzelfde als wij nou, hè? Vroeger was het veel beter absoluut. En nou is het precies hetzelfde. Louis, heb jij toevallig kijkersvragen binnengekregen voor Kees? Ja, eigenlijk wel. we hebben de mensen gevraagd, wat wil je aan Kees vragen? Heb jij er nog die voor de geest staan? Nee, want die zijn eigenlijk allemaal al beantwoord. Hè? Ja, er is er nog eentje die is blijven hangen. En het ging over de handel en over de keuringen, wat een hyperhot thema is, keuringen. Welk belang hecht jij vandaag de dag aan keuringen? Nul. Niks. Maar uw klant wel. Ik heb bedoeld veterinaire keuringen. Ja, sorry. Ja. Röntgenologisch niks. Ik zelf, van mijn eigen nul. Klinisch natuurlijk wel, hè. Ja. Wat röntgen, waar zegt de röntgenfoto nou? Helemaal niks. Als het paard klinisch goed loopt. Kijk, natuurlijk is een goede dierenarts heel belangrijk voor een ruiter. Omdat je veel dingen kunt voorkomen. Maar niet genezen. Maar hoeveel paarden zijn er? Heb ik toch geen slechte röntgenfoto's, zogenaamd dan? Die gewoon... Nou, wereldkampioenschap lopen. Nee, dat zegt maar niks. Maar uw klanten, aan wie jij een paard verkoopt, die vinden wel... Sommigen wel en sommigen niet. En die dat niet hebben, verkoop ik dat paard omdat niks geven. Ja, je moet... Ja. Hè? Als je handelaar bent, moet je handel van de dag kunnen doen. Als de wijn duur is, duur in wijn. En als je snapt dat je moet...
Kijk, maar hobby. Mijn hobby is sport en fokkerij. Dat is mijn hobby. En dat is een potje waar ik niet aankom alleen met hengsten. En daar ben ik met Concorde mee begonnen. En daar ben ik, ja, dat is een beetje, ja. uitgebreid, zeg maar. Met welke blik kijk je dan naar de actualiteit van al die aankoopkeuringen waar drie veertsen over elkaar struikelen om wel goed, niet goed? Ik vind de grootste flauwekul die ze ooit uitgebreid. Als je dat geld als je die paarden niet had laten röntgenen, dan gaat toch iedere keer 200 euro apart gelegd. Dan had ik elk kreupelpaard dat ik had kunnen betalen. Want er wordt er bijna geen ene kreupel aan die fotobeelden. Het zijn de weken delen. Kijk, die bodems van nu, daar heb ik een vraagteken bij staan. Ik. Omdat die paarden zijn niks anders mee gewend dan die bodems. Hè? Mm-hmm. En dan vooral die bodems die opnieuw gelegd worden, zeg maar. Op een vloer, op een concours. Zeg ja, maar. Ja. Niet inge... Die snel moeten liggen, zeg maar. Juist, ja. Daar vind ik, denk ik, dat er toch met gezondheid een grote oorzaak is. Denk ik. Ja. Die denk ik zelf. Ja. En niet alleen de weken delen, maar ook de botten, de knieën. En de, dat denk ik persoonlijk, maar misschien heb ik wel geen gelijk, maar ik denk het wel. Oké. Okay. Louis, we zijn nog langer bezig dan bij nieuws. We zijn twee uur bezig. Wat onthoud jij van dit gesprek? Ik moet dat even laten... Ja. Ik moet dat even verwerken. Nog eens opnieuw luisteren. Ja. Kan wel. Nee, ik heb veel... wat ik gedacht had, gewoon veel wijsheden. Veel verhalen. En los van waarheden of wat we ook allemaal gezegd hebben, onze eigen meningen gedeeld. Ja. Ik heb er veel geleerd en ik hoop ja, met ons duurt, iedereen... Het is nog veel te kort. Ja, dat, we gaan hier over 3 weken nog. We gaan nog eens weer terugkomen. Kees, wil jij ons nog iets vertellen? Is dat misschien onze standaard slotvraag? Mogen we nog eens terugkomen? Ja, mogen we nog eens terugkomen? Heel graag. En één ding, ik vind het super dat jullie dit doen. Oké, voilà. Als de mensen nu ook nog en eens... En ik hoop dat heel goed uitpakt. Oké. Okay. En ik vind het ook heel belangrijk. Je hebt er in elk geval aan bijgedragen, ja. Volgens mij. Ik hoop dat veel mensen dat ook heel waarderen dat jullie dat doen. Voilà. We gaan ons best doen. Ja. Wel delen op Facebook, hè? Tuurlijk. Kijk, want het is... In de media vind ik het ooit niet eerlijk hoe ze over onze tak van sport denken. Ja. Vind ik... Laat ons hopen dat we ooit die invloed zouden... Of die lans kunnen, een lans voor kunnen breken. Ja, dan moeten jullie verzorgen. Oké. Okay. Doen ons best, Kees. Super. Kees? Kijk, als ik nu bijvoorbeeld op Clip My Horse het commentaar hoor van die Duitse man... Ja. Ah, dat is prachtig. Ik vind is dat Karsten Zoosmaier? Die heeft een andere. Ik weet niet hoe het heet, maar dat Hender, vind ik... Hender Huschen, ja. Dat vind ik, die is zo positief. Ik vind dat ook, ja. Die mens, op de ruiter, op het paard, en kent zijn familie. Dat vind ik geweldig. Ja, een mooie kerel. He? Maar jij doet het ook goed. Ja, super, dank je. Nee, maar het is voor een fokker ook mooi als iemand zegt, zijn naam noemt bijvoorbeeld een keer. Of tuurlijk. De moeder. Of die moeder had nog met die en die gelopen. Of die familie, echte boeren, mensen, die hebben dit. Dat zijn mooie dingen. Ja, want... Eigenlijk, met alle respect, de groom staat er nu bij, wat ook totaal terecht is. Ja, zeker. Maar waarom zetten ze dan ook de fokker er is niet bij? Jong, toch? Ja. Maar omdat weer advocaat van Duivel, dan moet er ook de eigenaar bij zitten. Zit er nog niet bij. En dan komen dan zijn er wel rond, maar dan zijn er wel heel veel informatie. Kijk, ik vind dat we niet realiseren hoe hard dat we de fokken nodig hebben om sport te blijven beoefenen. Ja. En het wordt door stamboeken ook slecht gewaardeerd, vind ik. En ook niet zo heel goed mee omgegaan met fokkers, vind ik vaak. Daar moeten we met z'n allen veel zuiniger op zijn. En ook onze ruiters, ook god nou naar de fokker van het paard. God hem eens opzoeken een keer. Of kijk wat hij heeft. Of niet. Het is
Dat vinden die mensen allemaal hartstikke leuk, dat weet ik zeker. Onze cirkel is rond, want we zijn terug waar we begonnen zijn. En daar ging het dan over, in het begin, misschien een discussie die we toch moeten hebben. Daar gaan we wel over 2 uur heen, maar dat is niks. Je zei, ja, de fokker gaat er van tussen. De traditionele fokker. Ja, ja. Dat kan een oorzaak zijn van de nieuwe fokkerijtechnieken, voorplantingstechnieken. Ja. Wat mij wel opvalt, zeker in Nederland, de fokkerijgeneratie in Nederland is best oud. Ja, ja, ja. Er is weinig, er is niet zoveel... Ja, maar België. Nee, ik vind dat in België beter meevalt. Ja, ja, in België. In vergelijking, maar hè? Als ik in België op de keuring ben, of op de hengstencompetitie ben, dan zie ik er veel meer ruiters als bij ons. Jullie, de ruiters in België, zijn bijna allemaal geïnteresseerd in de fokkerij. Als je bijvoorbeeld met een voorganger Niels, die volgt alles, hoef je er niet over in zitten. Die volgt alles van de fokkerij, zit altijd op de keurige, weet alles. Nu noemde ook en aan, hij is een topruiter, helemaal de beste die er zijn. Kijk, en zo hoort, zo moet het eigenlijk zijn. Maar het is, kan u toevallig de vergelijking een beetje maken tussen Nederland en België? Daar kun ik er veel van leren. Van de fokkerij is enorm. Vroeger, toen Niels is nog jong, maar toen hij nog jonger was, had Niels een heel ander beeld van een paard als nu. Niels hield vroeger van meer een vermogend, groot paard. En nu houdt Niels van hoe heter, hoe beter. Hè? Ja. Dus je kunt er ook veel van leren. En hoe mening omstellen om iets in een andere weg in te gaan. Hè? Ja, absoluut. Niels is geen ruiter voor een log groot paard. Niels is een ruiter voor een bloedpaard. En daar is hij achtergekomen. En die weg is hij ingeslagen. Kijk, maar daar heb ik geleerd om er naar te kijken. Naar andere mensen, andere ruiters op de keuring. Je leert veel, hè? Is wel zo, zelfs de manier van rijden is er van bijgeschaafd. Maar Ik ken genoeg mensen van 40 jaar, ruiters of 30. En dan zeggen, wie vond er de beste ruiter van de wereld? Ja, mijn vader vond dan altijd Gert Wielfang. Ja. Dat vind ik trouwens ook een van de beste. Maar die kennen helemaal Gert Wielfang niet meer. Nee, ja. Als je toch jong bent en je wilt die internationale sport toch uitoefenen. En met deze moderne technieken. Dan gaat het toch een uur naar John Whittaker zitten kijken. Of naar Hugo Simon. Of naar Gert Wielfang. Of naar Schokkemeul. Of Alwin Schokkemeul. Of Sloothaak. Lees de boeken van Frank Sloothaak. Of niet? Hij gaat het toch doen? Ja. Die had een boek van Frank Sloothaak? Nee, maar ze kennen hem. Ze kennen hem nog niet meer. Snap je? Jij wel? Als je toch... Ik zat pas in... Waar was concours in? Samorin, waar Ludo nog mee reed. Dat is toch niet normaal hoe die mens kan paardrijden? Ja. Ja, dat is abnormaal. Dat is toch niet te geloven? Als je dat toch ziet, dan gaat het er toch naar kijken. Dan wil je toch iets van leren. En volgen, ja. Klopt. Dat is helemaal een beetje... En dan moeten jullie verzorgen dat ze dat doen, hè? Ja, maar is het fokkerijverhaal... Dat is wel een gevaar in Nederland. Het is denk ik de kracht van de Belgen dat fokkerij en sport zo dicht bij elkaar liggen. Ja. Ja. Bij ons is dat helemaal niet. Ja, dat is absoluut zo. Bij ons is het... Wij in Nederland genieten veel te weinig van elkaar, onze paarden. We moeten van genieten, dat is toch prachtig? Ja. Als iemand bij ze nou mooier om naar een goed paard te kijken, of dat hij nou van Jan is, of Piet, of Klaas, of wat maakt men er nou uit? Ik kan toch van genieten van iemand anders een goede paard. Hè? Kijk, Verdi wint zilver in Londen. Maar dat komt omdat Babalu er ook bij was. Hè? Ja. Anders had hij zilver nooit gewonnen. Hè? Dus ik heb genoten van Babalu. Snap je dat? Ja, ik heb volkomen. Kunnen genieten van een paard. Ja. Van elkaar, een spul. Als de ene kaars de andere aansteekt, geeft het niet minder licht. Nee. Mooi. Kees, dank je wel om ons hier te willen verwelkomen. Voor de mensen thuis, laat vooral weten via YouTube of sociale media wat jullie ervan vonden. Adviezen, tips, reacties, opmerkingen, altijd goed. Louis, dank je wel. Dank je. We brengen deze weer uit. We gaan op zoek naar de volgende. Zo gaan we het doen. Voilà. Dank je wel. Bye-bye. Dank je.